Het thema van dat Erasmus Festival is onderzoeksjournalistiek. En ja, dan kom je uiteindelijk natuurlijk ook bij de School van Journalistiek terecht. Want wat is onderzoeksjournalistiek nog waard? Is het juist heel erg in? Is het bedreigd? Of gaat die onderzoeksjournalistiek heel erg veranderen in de toekomst? Daar gaan we het vanmiddag met een aantal prominente gasten over hebben. En we hadden bedacht, als je het hebt over onderzoeksjournalistiek, dan moet je eerst iemand naar voren halen die misschien wel de verpersoonlijking is, in ieder geval van de participerende onderzoeksjournalistiek. Een hele woord vol. Maar ik wilde jullie applaus vragen en dan gaan we met haar praten voor Stella Braam. Ga zitten, Stella. Ja, ik zeg, even voor de duidelijkheid, ben je nou eigenlijk onderzoeksjournalistiek of ben je participerende journalist? Wat ben je eigenlijk? Nou, participerende journalistiek is een onderdeel van onderzoeksjournalistiek. Ja. Dus het is een vorm van uitzoeken, onderzoeken, ontdekken. Doordat je gaat meedoen, observeren, participeren met de groep die je wil onderzoeken. Nou, of het bedrijf of de politieke partij, wat je wil. Stella die heeft behoorlijk geïntegreerd, behoorlijk meegewerkt. Je hebt gewerkt als schoonmaakster. Je hebt als inpakster gewerkt. Ja. Je bent kamermeisje geweest. Ja. Je hebt tussen de daklozen gezeten. Ook. Je bent wel eens bedreigd door de Grijze Wolven toen je daar iets te dichtbij kwam, een Turkse organisatie. Ja, we hadden helaas een dossier in handen gekregen met een heel overzicht van de maffia van de Grijze Wolven. En dat hadden we ook gepubliceerd en het was misschien achteraf gezien niet zo verstandig. Ja. Maar en nou een paar dingen te noemen. De tabakslobby, daar heb je veel over geschreven. Je hebt ook over Alzheimer geschreven, omdat jouw vader dat had. Uit Tilburg. Even. Ja? Ja, uit Jij bent Tilburg. Een Tilburgse. Nee, mijn vader was verdwaald in Tilburg. Hij was eigenlijk een man uit Maastricht en hij was ja, eigenlijk gestrand in Tilburg. Hij was ook aan het participeren hier, als ja. Het ware. Ja. En je hebt ook over medicijngebruik in verpleegtehuizen geschreven, omdat je moeder daar zat. Alles wat jij doet, komt heel dicht bij jou eigenlijk. Hè? En wanneer begon dat, dat jij dacht van ja, ik wil ergens in opgaan als ik aan het schrijven ga? Wanneer begon dat? Dat begon. Je moet je microfoon volhouden. Ja. Ja. Nou ben je niet aan het schrijven, nou ben je aan het praten voor het publiek. Oké, dat begon in, even kijken, halverwege jaren 80 ben ik actief geweest in de jongerenbeweging verbonden met de FNV. En daar heb ik steeds jongeren geïnterviewd die nooit onder eigen naam iets wilden zeggen. En dat vond ik heel erg vreemd. En uiteindelijk dacht ik was heel succesvol. Ik had een productiebureau samen met Gulnaz Aslan, een Turkse journaliste. Misschien kennen jullie haar nog. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ik zie ook iemand knikken. Dus ik dacht, ja, ik snap het niet. Wat is er aan de hand? En het was net alsof ik aan de rand van een voetbalveld stond. Maar om het spel te begrijpen, moest ik zelf mee gaan spelen. En dat is eigenlijk altijd gebleven? Ja. Ja, en want ik kan me ook voorstellen dat het een heel eenzaam manier is om je vak uit te oefenen. Je bent altijd alleen, waar je in een groep waar je dan zogenaamd bij hoort, maar weer niet echt. Ervaar je dat als eenzaam? Nou, het eenzame is met name dat het heel zwaar is. Hè? Want je bijvoorbeeld, ik werk dan bijvoorbeeld als schoonmaakster hier in de buurt in Breda in de roetreiniging. Dat is ook een heel eind van Amsterdam vandaan. Dan moet je en roetreinigen, hè? Dat is heel smerig werkje. En je moet met de collega's praten, hè, want wat zijn hier de werkomstandigheden? En dan moet je s'avonds ook nog alles noteren, hè, alles wat je hebt gehoord, uitzoeken. Hè, wat stond er nou op die etiketten allemaal? Ten slotte ook, er is eigenlijk een misverstand. Ze denken vaak dat het undercover is. Vaak kom je ook wel binnen zonder dat je je identiteit noemt. Maar gaandeweg neem ik altijd wel iemand in vertrouwen. Dus zo eenzaam is het ook weer niet. Oké, okay, dus je kunt het wel delen. Maar je moet ook uitkijken dat je niet door de mand valt. Dat je betrapt wordt, als het ware. Dat is mij eenmaal gebeurd. Toen stond ik in de catering van onder minister Kok, van minister van Financiën. Toen nog? Ja? Toen nog. Ik was namelijk heel erg benieuwd. Ja, die man kwam uit de vakbeweging en daar heb ik ook mijn roots liggen. En ik was heel erg benieuwd toen hij daar minister was, hoe de catering georganiseerd zou zijn. Het was mij ook gelukt om daar binnen te komen. En maar toen ik daar soep stond te scheppen, toen riep iemand van, hey Stella, wat doe jij hier? Dat was wel even, toen heb ik zo gedaan. En wie was dat? Dat was ja iemand die ik kende, een kennis, maar ik heb even, en dat is wel goed afgelopen. Maar het is ook wel eens schrikken, want ik heb ook, ik was assistent van een fraudeur. Dat was voor de Volkskrant, cursus witwassen les 1, cursus witwassen les 2.
En die fraudeur, die zei op een gegeven moment tegen zijn secretaresse van... Tanja, kun jij even de NVJ voor mij bellen? De Nederlandse Vereniging voor Journalistiek. Maar dat weten jullie natuurlijk wel. En ik dacht, wat is dat nou? Hij zei, want ik heb mijn lidmaatschap niet betaald. En toen schrok ik echt. Ik dacht, ik zit hier dus met een collega? Hoe kan dat nou? En toen bleek dat hij dus onder valse voorwenselen lid was geworden van de NVJ als hoofdredacteur van een niet bestaand blad. Ah. Die man is uiteindelijk ook gewailleerd hoor. Dus, maar ja, dat is wel even schrikken dan. Vind jij dat het altijd meer oplevert als je opgaat in een groep? Nou ja, kijk, waar het om gaat is dat je dingen onthult, dat je dingen blootlegt, dat je ja, tegels lichten, hè, noemen wij dat. En ik denk dat je participerend een enorme meerwaarde kan hebben, omdat je heel erg diep gaat. Je veel meer ontdekt, mensen vertrouwen je veel meer toe dan dat je had, hè, als je ze een microfoon onder de neus had gehouden. Des te belangrijker is het ook, maar dat staat ook in het boekje, dat je heel erg goed nadenkt over de privacy. Hè? Dus dat je echt, want je bent een ongenode gast, dus dat je niet onnodig iemands privacy schendt. Want dat kan heel makkelijk. Kun je daar een voorbeeld noemen wanneer dat niet zou kunnen? Nou, ik weet nog wel, bij die fraudeur, laten we maar Leo noemen, had ik hele smeuïge verhalen kunnen maken over niet betaalde alimentatie en krijzende vrouwen en weet ik wat. Maar ik wist steeds van, ja, dat hoort niet, dat is niet belangrijk voor de praktijk van hem. Dus dat heb ik weggelaten. En ik heb ook natuurlijk met vallen en opstaan geleerd. Soms waren mensen gewoon toch te herkenbaar. En dan had ik geschreven, een schuilnaam gegeven, maar iedereen in dat wereldje wist om wie het ging. Dus... ja, de privacy is heel belangrijk. En hoe zit het met dat participerende journalistiek? Want ik kan me herinneren, je had het over de jaren 80 dat jij zo'n beetje daarmee begon. En ik weet niet wanneer dat was. 92. Günter Wallraaf met Ik Ali. Wanneer was dat? Dat is een Duitse journalist. Eerder. Hè? Eerder ik kijk dat. Hier even naar de docenten School voor Journalistiek. 76 al. Oh jee. Oh, oké. Okay. Nou, dat was heel iemand goed die bij. Integreerde als... tussen de gastarbeiders in Duitsland eigenlijk. Ja. Hè? En daar heeft hij vrij schokkend over geschreven. En dat was in die periode heel erg opvallend en bijzonder. Heeft jou dat ook nog geïnspireerd? Of? Nou, ik wil even graag iets vertellen. Dat in 1895, even uit mijn hoofd, maar staat in het terug. Boekje. Ja, is meneer Brussen, journalist Brussen, is al undercover gegaan. Dus zeg maar, de traditie toch even terug naar Nederland, als het mag. Ja, dat mag zeker. Gaat al van 1895 in Nederland. We zouden het bijna vergeten. Die meneer Brussen, wanneer een prijs is vernoemd, is toen onder andere gaan participeren in pensions voor armlastige zeelieden enzovoort. Dus even laten zien dat het eigenlijk een hele lange traditie moet hebben. Maar Günter Wallraaf is natuurlijk geweldig. Ja. Ik heb grote bewondering voor hem, want hij is zich ook echt moeten verkleden, vermommen. Hij zegt het ook, hè, voor journalistiek bedrijven moet je je vermommen. Vermomd als Turkse gastarbeider. Dat heb ik natuurlijk nooit kunnen halen. Maar je hebt je wel eens moeten vermommen, als het ware? Ik heb een poging gedaan. Ik ben een keer als een Hongaarse door het leven gegaan. De tuinders, hoe noem je dat? De tuinbouw. Bollenbedrijf. Kassen. Heb me uitgegeven als Maria Kovács. Maar ik had me toch niet goed genoeg voorbereid. Want ik deed net alsof ik geen Nederlands verstond. Maar toen iemand mij vroeg, hoe laat is het? Keek ik meteen op mijn horloge en denk, oh, dit gaat niet goed. Het is moeilijk om in je rol te blijven. Heel erg moeilijk, maar goed. De kritiek die je wel eens hoort op journalisten die helemaal opgaan in zoiets, ja, die kijken eigenlijk niet meer van buiten er tegenaan. Die zitten daar veel te veel, zijn er te veel in betrokken. Heb je dat ook wel eens ervaren, dat lastig is? Het is zeker lastig. En dat is ook eigenlijk een van de dilemma's, dat je, dat je te weinig afstand houdt. Maar ook, en dat is misschien nog ernstiger, dat je afglijdt. Er is een onderzoek geweest naar Amerikaanse undercover politiemensen, alweer enige tijd terug. Maar daaruit bleek ook dat veel van hen risico liepen om, als ze al in dat criminele milieu rondkeken, om daarin af te glijden en van alles normaal te gaan vinden. En dat heb ik zelf ook zo ervaren. Toen ik nog dakloos was, vond ik winkeldiefstal en dat soort dingen eigenlijk, ja, waar maakten mensen zich druk om? Dat hoorde er toch allemaal bij? En pas later besef je, het is belangrijk om dit ook niet te lang achter elkaar te doen. Dus zorg ervoor, als je een paar weken dat hebt gedaan, stop. Ja, maar dat moet je vooral tegen jou zeggen. Als je jouw lijst ziet, dat is imponerend hoe vaak je undercover bent geweest. Alle valpartijen ook van mij, zeg maar. Maar goed, voor mij was het ook heel erg
leren. Hè? Leren door te doen. Er was ook helemaal geen handleiding, niks. Ja. Dus ik heb alles zelf moeten ervaren, leren. En weet nu ook, als je zoiets gaat doen, zorg dat er een begeleidingsgroep is. Dat is zo belangrijk. Een club mensen die jou ook terugfluit en in de gaten houdt als je een grens over bent En waar gegaan. Moest jij in teruggefloten worden soms? Oh, heel veel heel dingen. Vaak. Nou, maar ik moet sowieso teruggefloten worden, hoor. Dat hoort bij mij. Maar ik bedoel het nu vakmatig. Nou, ik ben een tijdje, ja, dat is ook geen geheim, ik ben een tijdje aan de crack verslaafd geraakt. Dat was wel om met mijn vader te spreken het allergrootste bedrijfsongeval. Hè. Mijn vader die steunde mij ook altijd. Die zei, Stella, zie het maar als een bedrijfsongeluk. Die zag het ook als mijn dochter is aan het experimenteren en ze mag uitglijden. Maar achteraf gezien had natuurlijk, was dat niet... Waarom ging je aan de crack? Ik wilde van binnenuit ervaren. Want ik zag, het was in een hele interessante tijd. Het was de tijd dat de dak- en thuislozen werden verjaagd uit de grote steden. En dat kwam, ze verpesten het straatbeeld eigenlijk. Dus ze kregen allemaal verboden. Hè. En het is eigenlijk de tijd geweest dat ze van zorg naar de gevangenis zijn gegaan. Hè. Je mocht nergens meer slapen, je mocht niet bedelen. En dat betekende, je moest toch ergens slapen dat je een bon kreeg. En die bon moet je dan uitzetten. En dus zo is eigenlijk, oké, nou de vraag van, maar dit vind ik wel belangrijke informatie. Ja, nee, dat snap ik. Hoe je dan naar de gevangenis komt. Ik dacht, ik wil dat van binnenuit meemaken. Hè, want ik zag, die mensen waren allemaal zo gek op de crack. En ze waren in staat werkelijk om, als ze geen aansteker hadden, daar heb je een aansteker voor nodig, om een steen door een winkelruit te gooien, om een aansteker mee te nemen. Dus zo. En ik denk, wat is dat voor goedje? Dat moet toch wel heel bijzonder zijn. Het was ook inderdaad erg bijzonder. dat was dus een bedrijfsongeval. Ja, maar dat bedrijfsongeval gaat er hier wel in, dat hoor ik wel. Hoe ben je daar vanaf gekomen? Doordat je vader dat zei. Nee. Oh. Ik ben eerst een tijdje naar Maastricht gegaan, naar goede vrienden. Maastricht is de thuishaven van mijn vader. Nou, voor meer mensen hier straks blijkt. Maar oh ja? Goed, dat er zeiden. Oké, Maastricht. En toen heb ik mij weer in het gareel gekregen door een soort moment van kantoorleven te gaan leiden. Om 9 uur op kantoor. Ik werd opgevangen door de FNV uiteraard, zou ik willen zeggen. 9 uur op kantoor en om 5 uur weer thuis. En toen zat ik weer in dat normale ritme. Ik denk, oké, dus weer wat geleerd. We kunnen er heel veel over hebben, maar het is nog wel leuk om even te kijken. Je bent nu in de psychiatrie, ben je min of meer ondergedoken. Ja. Hoe ben je ondergedoken? Of hoe? Ja, dat soort dingen komen altijd op je pad. Kan je dat zeggen? Jawel, dat komt altijd op je pad. Een goede vriend van mij die werd opgenomen, dus ik ging daar kijken in een psychiatrische kliniek in Amsterdam. En ik kon mijn ogen niet geloven. En ik dacht, en het is echt zo, dit is zo erg. Ik heb wel eens verpleeghuizen meegemaakt, maar dit is zoveel erger. Hier ga ik niet over schrijven. Ik was vastbesloten, dit is te erg, dat ga ik me niet aandoen. Hoezo te erg? Want... Nou, de mensen, ik weet niet of jullie de film kennen, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Hè, ja? Je zag daar mensen binnenkomen, nog redelijk levendig, en die veranderen nog steeds. Want ik kom nog wel eens over de vloer daar, tegen de zin van de leiding. Maar die veranderden in van die robotachtige zombies die niets meer zeiden. Onder de medicijnen, ja. Ja, cocktails van exotische combinaties van medicijnen. Het was, ik denk, nee, dat gaat het niet worden, dat ga ik me niet aandoen. En uitgerekend op dat moment belde Vrij Nederland. Die zeiden, we hebben een jubileumnummer en we zouden het erg leuk vinden als jij weer eens undercover gaat. Heb jij een idee? En ik dacht, ja, maar ik ben eigenlijk al undercover in de kliniek. Dus zo ben ik er toch weer ingerold. En nou, toen heb ik meteen ook mijn observatiepet opgezet. Dus ik ben heel goed gaan kijken en naar mensen gaan luisteren. Van, hoe ben jij hier nou eigenlijk beland? En waarom word jij steeds psychotisch? Hè? Want dat vond ik ook zo raar. Die mensen gingen eigenlijk heel redelijk de kliniek uit. En een week later stonden ze weer helemaal in de war. Nou ja, dat was eigenlijk, later begreep ik het, ze krijgen er allerlei medicijnen, hè, die cocktails. En als je die in één klap weggooit, dan krijg je weer een psychose. Dus wat gebeurde daar? Ze worden daar volgestopt. Ze gaan de kliniek uit, dag, ze gooien de medicijnen weg, ze raken weer een psychose en ze komen weer terug. Dus, ja. Nou ja, dat zijn de groep die je nu probeert te omschrijven? De groep die ik nu onderzoek. Maar werk je daar dan nu? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, ik volg mensen. Maar dit zijn dus echt mensen die... Maar is dat ook undercover dan? Want eigenlijk ben je gewoon vaak daar. Het is undercover begonnen, maar het is net als bij andere projecten. Ik ga naar binnen en dan neem ik mensen in vertrouwen. Dat vond de leiding van de kliniek helemaal niet terecht. Want, zeggen ze dan, die mensen zijn ontwikkelingsvatbaar. Ik zeg, nou, ik weet niet wat er aan ontwikkeling kan goed met ze omgaan. Maar de cliënten zelf weten dan dat ik dus over ze ga schrijven. Sommigen willen echt met naam en toenaam, maar dat doe ik dan niet. Ik denk van ja, misschien krijgen ze dat dan later
toch is tijd van. Maar misschien als laatste nog, waarom ik deze groep zo belangrijk zijn. Dat zijn echt mensen die zijn... We kennen de positie van illegalen. Dat zijn eigenlijk Nederlandse illegalen. Die hebben gewoon nergens meer recht op. Die hebben geen recht meer op. Die zijn niet meer verzekerd. Die kunnen ook niet meer niet stemmen. Stel wat ik nu bedenk, als je praat... Want we hebben het net over, kun je objectief blijven? Maar je gaat ook zo natuurlijk met die mensen mee. Ja. Kan jij nog wel objectief blijven kijken naar deze groep? Nou, die discussie... Want je wordt bijna een actiejournalist, zou je kunnen zeggen. Nou, die discussie is vaker gevoerd. Is het nou objectief versus subjectief of gaat het om perspectief? En dat is mijn, dat staat volgens mij net niet in dat boekje. Nou, shit, vergeten. Bij deze alsnog... Een aantekening. Aantekening. Het gaat vooral om perspectief bij deze vorm van journalistiek. En dat neigt inderdaad naar, actievoerers is een beetje ouderwets woord, maar wel ervoor opkomen. Ik vergelijk het altijd heel simpel met iemand die in een auto zit en die kijkt naar een fietser vanuit een bepaald perspectief. Die heeft eigenlijk hinder van die fietser. Maar de fietser op zijn beurt heeft hinder van de auto en de voetganger heeft ook weer een eigen perspectief. Okay, dus je probeert vanuit het perspectief van een voetganger of een automobilist te schrijven. Dat is het verschil, ja. Okay, dat is jouw toevoeging aan wat er is. Daarnaast gelden, dan moeten we maar stoppen, want ik neem te veel tijd in beslag. Nou, ik heb het zelf in de hand. Hè, dus, Maar daarnaast is het wel heel belangrijk dat alle andere principes van de journalistiek gelden daar ook. Zeg maar de hele ethiek en de hoor en wederhoor. Okay. Dus het is niet zo dat je maar wat opschrijft. En nee, degene die je hebt onderzocht... krijgt uitgebreide gelegenheid om te reageren. We gaan het over dit boekje hebben. Een handleiding is het. Die heb jij geschreven voor studenten hier. He, dat is een handleiding, een gids in onbekende orde. En dat gaat als een soort handleiding voor mensen die participerende journalistiek willen bedrijven. Ja, het is eigenlijk echt gericht geschreven voor jullie. Ik kijk even naar jullie. Studenten, allemaal studenten neem ik aan? Bijna allemaal. Ja. Nou, dit is echt speciaal voor jullie geschreven, omdat ik hoor wel eens dat van de jonge garde dat ze echt zin hebben om dingen te gaan ondernemen. Maar dan denk ik, ja, hoe kan dat dan en hoe is dat te financieren? Er staan ook tips voor. En ik hoop dat dit boekje jullie enthousiasmeert om, al is het maar één keer, dit pad uit te proberen. Goed. Dat boekje, dat ga jij uitreiken nu, dat doen we dan ook voor het beeld, aan Marcel Gelauf, dat is de hoofdredacteur van het NOS-journaal. Die zit hier op de eerste rij. Die heeft het ook gelezen, heb ik begrepen. Even kennis van kunnen nemen. Dus hij heeft het niet gelezen, denk ik. Hè? Maar toch willen we het graag aan jou overhandigen, Marcel. Omdat jij ook in het genootschap zit van hoofdredacteuren in Nederland. Van voorzitter zelfs. Goed. Marcel mag er direct iets over zeggen. Overhandig het eerst maar even netjes. En dan ziet er dat mooi uit. Ja, Marcel, je hebt er aan kunnen snuffelen, begrijp ik. Als je zoiets krijgt, dan krijg je het eerste exemplaar. En omdat het het eerste exemplaar is, kan het niet zo zijn dat ik er kennis van genomen heb. Zo vers is het. Op een of andere manier heb ik toch enige kennis genomen toch van de inhoud, heel klein beetje. En ik vind het heel goed en ik wil je er graag voor prijzen dat je dit gedaan hebt als handleiding voor de nieuwe jonge generatie van studenten. Niet omdat ik nou denk dat deze vorm van journalistiek iedereen past. Of iedereen zou moeten passen. Maar het draagt bij aan de diversiteit aan de journalistiek. Het laat zien welke bijzondere vormen van journalistiek je naast alle reguliere, daar komen we vast nog op, alle reguliere journalistiek hebt, zoals wij. Of zoals het Eindhoven's Dagblad, of Brabant, of radio, noem het maar op. Dus, NOS? Ja, de NOS, ja, bedoel ik daarmee. Daar is het heel goed voor. Het laat iets zien ook van wat het van je vergt en waar je aan begint. En onderschat dat niet. Denk ik, dit hier een blik op werpen en er iets van wetend. Dus in die zin zou ik vooral ook willen onderstrepen wat jullie zelf al zeiden. Als je hieraan begint, zorg dat er mensen zijn die jou tegenspreken. Die spiegelen wat je doet en waarin je kwijt kan waar je mee bezig bent. Wat dat voorkomt dat je misschien te veel in een tunnelvisie raakt met je onderwerp. En misschien ook wel dat je ongelukken begaat die je misschien had kunnen voorkomen. Dus dankjewel. Dankjewel, dat was Marcel Gelauf en dankjewel Stella Braam. Dankjewel. Kom even. Marcel Gelauf komt zo meteen nog wel even terug. Dan wilde ik een applaus graag voor Henk Bos. Dit is Henk Bos. Ga zitten.
Meneer Bas is historicus. Je bent eindredacteur geweest bij Teliak, VPRO, NTR, docent journalistiek en media aan de Universiteit van Amsterdam. Maar je zit hier vooral als projectleider Fonds Bijzondere Journalistieke Producties. Dat is een fonds dat met geld van de overheid, zeg maar, probeert onderzoeksjournalistiek te stimuleren. Ja. Dat gaat om een bedrag van ongeveer per jaar. Het was aanvankelijk, tot eigenlijk vorig jaar, was het een bedrag van 4 ton. En het gaat nu naar de 1,6 miljoen, dus forse uitbreiding. En wat zegt dat, dat uitgebreid wordt? Vindt de overheid het steeds belangrijker dat er onderzoeksjournalistiek is? In het laatste regeerakkoord is afgesproken dat 4 keer 5 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor onderzoeksjournalistiek. En dan met name onderzoeksjournalistiek in de regio. Even iets lichter. Ja, ik heb een zachte stem. Dus ik hoop dat het zo verstaanbaar is. Hij wordt steeds beter. Heel goed. Dus 4 keer 5 miljoen voor onderzoeksjournalistiek en dan met name in de regio. Gewoon gebaseerd op de constatering dat het juist daar heel erg terugloopt. En heel erg moeilijk is om de onderste steen boven te krijgen. Ja, oké. Okay. Jullie gaan dat geld verdelen. Ja. Als hier nou mensen zitten die zeggen, nou ja, ik wil ook wel eens wat onderzoeken. Ja. Nou, dan kloppen ze bij jou aan. Dan kloppen ze bij ons aan, of een van de regelingen. Er was altijd een reguliere regeling, die kwam oorspronkelijk voort uit, was voor bedoeld voor journalisten die boeken wilden schrijven. Dat is nu uitgebreid met de onderzoeksjournalistieke regeling. Daar kunnen mensen een aanvraag voor doen. Ik kan gewoon even op de. Ja, ik sta eigenlijk ongegeneerd reclame te maken voor mijn winkeltje. Maar dat is nou ja, echt van harte gemeen. Als we eruit kunnen snoepen. En ik hoop dan dat jullie er inderdaad wat de weg weten te vinden naar dat fonds. Dan kun je een voorstel indienen of een plan, voorzien van een begroting en ook voorzien, dat is wel belangrijk, van een intentieverklaring van een publicerend medium. En dat hoeft niet echt heel erg tot uit en treuren, maar er moet wel zelfpublicaties of zelf publiceren, dat wordt niet. Het moet wel ergens naar buiten het moet komen. Ergens komen. En het belangrijke principe is ook dat er gewoon voor journalistiek wel betaald moet worden. Het wordt ondersteund, daar slaat het bijzondere ook op. Hè. We maken dingen mogelijk die anders niet mogelijk zouden zijn door te ondersteunen met extra geld. Dus maar je moet ook eigenlijk bijvoorbeeld een uitgever of een krant hebben die ook mee geld erin stoppen. Ja, matched. Ja. En om wat voor bedragen en wat voor projecten gaat het nou? Want pas hebben jullie een hele lijst gepubliceerd, hè, wie er weer geld krijgen? Nou, wij publiceren niet. Je merkt bij ons wie we geld hebben gegeven pas als er uiteindelijk het stuk gepubliceerd wordt. Maar jullie dus hebben al totdat, wel geld. Totdat Jeroen zijn boek over Uber had geschreven, wist niemand dat Jeroen geld van ons kreeg. Okay. En dat is natuurlijk met name ook in het verlengde van het verhaal van Stella wel belangrijk. Als iemand undercover participerend ergens gaat snuffelen, dan is het niet handig dat er op een site staat dat Stella geld heeft gekregen van ons om het Ahold Imperium te ontmaskeren. Dus eigenlijk kun je nu niet zeggen waar het geld naartoe gaat. Nee. Maar kun je wel, dat is wel nou, ik kan het wel met terugkeren. Misschien zijn er hier wel meer mensen. Jeroen heeft geld gekregen, Stella heeft in het verleden geld gekregen. Andere mensen nog? Die dat, ik zie weinig. Ja, daar in de hoek, Jos Straathof, kijk. Om les te geven hier op de school van journalistiek. Nee, dat niet. Ja. Nee. Maar goed, het maar moet goed, perspectief dat hebben van publicatie. Het moet perspectief hebben van dat er iemand anders ook geld aan wil geven. Precies. En dan uiteindelijk en dan komt het met een projectvoorstel, begroting, komt het bij ons. En we hebben een aantal rondes per jaar. 23 januari de volgende. En er is een adviescommissie van journalisten. Beslist daarover, want het is een fonds van journalisten voor journalisten. Ja. Oké. Okay. Ja? Missen we nog iets? Of nou ja, er zijn nog andere regelingen ook, dus we kunnen nog wel even door. Ja, nou, nee, kijk, we hebben dit geld van slop, hè, zo noem ik het maar even, in de wandelgangen wordt het slopgeld genoemd. Dat gaat niet uitsluitend naar projecten. We zijn ook bezig met talentontwikkeling. En dat wil zeggen dat we werkervaringsplaatsen gaan creëren op redacties. Echt voor onderzoeksjournalistiek. Kijk, dat is nou belangrijk hier. Ja, precies. Daarom, en kun je daar een voorbeeld van geven hoe dat... Nou, we zijn op het ogenblik met verschillende media in gesprek. En dan willen we in een periode van 4 jaar een 20-tal plaatsen creëren. Voor langere tijd ook. Om op redacties te werken. Om met
via training on the job, zeg maar, het echt het onderzoeksjournalistieke vakwerk je eigen te maken. En via terugkeeractiviteiten ook extra scholing te geven. Okay. Dat is er één. En de laatste, even heel snel, want jij wilt door. Voor de meer ervaren journalist komt er ook een expertiseontwikkelingsfonds waar je aanvragen kunt doen voor meer bijzondere projecten op het gebied van scholing. Maar jij zei net in het begin, is het belangrijk dat het ook juist in de regio terechtkomt? Nou ja, dat is wel belangrijk, ja. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat het... Kijk, vroeger... Nou goed, iedereen kent die verhalen. Vroeger zaten er mensen op de gemeenteraadstribune van Capelle aan de IJssel. En die zitten er niet meer. En het gevolg is dat niemand meer controle heeft of dat allemaal goed gaat. Dus de pers verliest daar zijn macht of zijn invloed, zijn taak, zijn, hoe je het ook wilt niet noemen. Maar toch blijft het een beetje vreemd dat de overheid eigenlijk weer geld geeft om zichzelf te laten controleren. Zou dat niet ergens anders vandaan komen? Ja, maar luister, dat kan alleen inderdaad, mits je daar voldoende... Kijk, de overheid gaat niet tegen ons zeggen van we zouden het heel leuk vinden dat u daar geld aan gaat geven, want dan zit u ons niet in de weg. Het is in die zin is het natuurlijk ook... Kijk, de publieke omroep wordt ook door de overheid gefinancierd. En daar kun je ook niet het verwijt van staatsomroep van maken. Nou, dat verwijt klinkt wel eens, maar... Het klinkt wel, maar goed. Ja. Maar de overheid vindt het belangrijk dat het dat gebeurt. En dat is heel erg te prijzen, toch? Ja. En dat is ook succesvol. We hebben nou 2 rondes voor onderzoeksjournalistiek achter de rug. Er zijn toch 72 aanvragen in totaal geweest. En zo ongeveer voor 9 ton is er aangevraagd. Ik noem geen namen dus, maar wel bedragen, wel aantallen. Dan heb je een beetje een indruk. Ja. Goed, jij bent straks bij de borrel nog hier. Ja, en ik heb ook flyers en visitekaartjes. Zal ik op een strategische plek neerleggen. Maar aarzel niet mee aan te schieten. Okay. En je kunt ook altijd contact opnemen met het fonds zelf. Okay. Henk Bas. Ja. Ik ga proberen een aantal mensen langzaamaan naar voren te halen die met elkaar ook een beetje in discussie gaan. Laten we als eerste Marcel Geloof maar vragen om op deze stoel plaats te nemen. We hebben hem al net even gehoord. Hij is voorzitter, is het, hè, van de Genootschap van Hoofdredacteuren en hoofdredacteur van het NOS Journaal. Ik heb trouwens mezelf helemaal nog niet voorgesteld, besef ik nu. Maar ik ben freelancer. En ik ben meestal actief als verslaggever bij het NOS-journaal. Vandaar dat ik mijn baas nu ga interviewen. Naast dat we allebei bij de NOS werken, hebben we nog iets gemeen. We hebben allebei sociale academie gedaan. Is dat zo? Ja, dat is zo. Daar wil je niet voor uitkomen, zeker. Dat was nog voor Gunter Wal, raad van mij. Voor Gunter Wal, ja, maar je bent even oud als ik. Dus, en ik heb zelf sociale academie ook in die periode moeten. Maar dat terzijde. Je bent toch goed terechtgekomen. Want... Jij bent eerst voor de krant gaan zitten. Ja, ik ook, ja, inderdaad. Maar jij beter dan ik. Jij bent gaan schrijven voor de krant. De Gooi in Eemlander, als ik het goed heb. In Leiden ook nog. Ja, ik ben 1980 in Leiden in de journalistiek begonnen bij een regionale krant. De regionale journalistiek is altijd volgens mij een heel goed begin in de journalistiek. In ieder geval bij ons dus. Ja. Ja. En daarna naar Hilversum. Ja, en bij RTL Nieuws heb je gewerkt, daar als chef. En toen ben je bij het NOS Journaal terechtgekomen in de hoofdredactie. En uiteindelijk ben je hoofdredacteur geworden. Het is een beetje lastig of ik jou nou aanspreek als voorzitter van dat genootschap. Of als hoofdredacteur van het NOS Journaal. Zeg maar Marcel, zou ik zeggen. Ja, Marcel. Marcel. Marcel, oké. Okay. Nooit geweten. Onderzoeksjournalistiek en de NOS, past dat eigenlijk bij elkaar? Want je zou kunnen zeggen, de NOS is een beetje de brandweer van het nieuws in Nederland. Die moet er elke keer zijn als er iets aan de hand is. Is onderzoeksjournalistiek dan ook nog wel een thema voor de NOS? Ja, dat is het zeker. Het is niet het grootste dominante thema. Want NOS Nieuws bestaat uit journalisten die werken voor radio, voor tv, voor online. 101 Teletext valt eronder, Het Oog op Morgen... Nou, misschien nog wel een enkel ding. En daar ligt natuurlijk de nadruk op de 24 uur nieuwsvoorziening. En daar ben je het in context voor aan toevoegen. Maar we maken samen met de NTR ook Nieuwsuur. En dat concentreert zich daar natuurlijk wel op. Dus in die zin is het zeker een hele belangrijke poot voor ons. Een hele belangrijke poot voor de journalistiek. Maar vanuit onze opdracht, geformuleerd in de mediawet, ligt het accent natuurlijk op die andere kant.
Ja. En wanneer noem jij een journalist een journalist en wanneer noem je iemand een onderzoeksjournalist? Waar ligt die grens? Nou ja, allebei zijn natuurlijk journalist. Ik zou zeggen, als je het echt je kerntaak maakt om te werken aan onderwerpen waar je lang mee bezig bent. Weken, maanden. Dus die meer vergen dan kortstondige verslaggeving op dagbasis of op enkele dagbasis. Waar het echt gaat om het onderzoek, om het aanboren van allerlei bronnen, om tot veel meer diepte te komen. Als het veel meer in die hoek zit. Maar je kan wisselen, de ene keer kan je een tijdje journalist zijn, zeg maar. En daarna kun je in een onderwerp verdiepen en ben je een aantal maanden onderzoeksjournalist. Dat zou kunnen. Bij ons? Ja. Bedoel je of in het algemeen? Ja, misschien moeten we in het algemeen kijken. Ik denk dat heel erg persoonsafhankelijk is. Het moet je passen. We hadden het net over diversiteit in de journalistiek. In alle verschillende vormen die er zijn in de journalistiek. Er zijn er mensen die past het heel goed om soms het ene, soms het andere te doen. En anderen zullen zich nooit thuis voelen in de snellere journalistiek. Terwijl er ook collega's zijn aan wie je niet moet vragen om 3, 4, 5 maanden in een onderwerp te werken. Want die worden daar dan heel zenuwachtig van. Want die willen iets maken namelijk. En soms moet je even wachten met iets maken. Nu dan toch even de NOS. Jij kan dat het beste zeggen, want je hebt bij RTL gewerkt. Er wordt vaak gezegd, ja maar de NOS dat is de grootste nieuwsorganisatie van Nederland. En RTL Nieuws, die hebben veel vaker een primeur dan de NOS dat heeft. Hoe komt dat? Nou, de eerste vraag is of het waar is. Ik wist dat hij dit zou gaan zeggen. Volgens mij is de persgroep de grootste journalistieke organisatie van Nederland. Ik zie hier iemand zitten van de persgroep, misschien wel meer, dus die moet dat maar zeggen of dat zo is. Alle kranten van de persgroep is volgens mij groter dan de NOS. Het is ook niet zo belangrijk, denk ik, wie de grootste is. Ik zou niet weten of RTL meer primeurs heeft dan de NOS. Ik houd het niet bij, volgens mij houdt niemand dat bij. Maar als het gaat om marketing of framing is het wel effectief blijkbaar, als jij dat zo formuleert. Ik denk dat het heel belangrijk is in de journalistiek in het algemeen, dat je probeert je te onderscheiden met onderwerpen en een aanpak ook, die anderen niet hebben. Omdat je daarmee uiteindelijk ook de journalistiek en daarmee de samenleving en de democratie verder helpt. Dus je daarop richten is belangrijk, maar het doet er natuurlijk niet zoveel toe of je er één meer of één minder op maandbasis hebt. Zeker niet, dat vind ik ook wel een relativering van de tijd waarin we leven. Een primeur die wij nu hebben of die Joep nu heeft, die staat een minuut later op allerlei andere plekken en wordt al dan niet correct met bronvermelding overgeschreven. Dus de relativiteit, mijn schoonmoeder valt het niet op als wij een primeur hebben. Laat ik het maar zo formuleren. Ik zeg er niks over. Er is gelegenheid tot vragen stellen, dat heb ik jullie nog niet gezegd, maar... We kunnen een soort college-tour-achtige setting doen. Twan Huis is toch even weg wat dat betreft. Dus mocht je een vraag stellen aan een van de deskundigen hier, dan kan je achter de microfoon even gaan staan of je vinger opsteken. Dan vraag ik of dat je daar naartoe komt. Zijn er al mensen die iets aan Marcel Gelouw willen vragen? Nog niet? Oké. Dan ga ik gewoon door. Mag ik een applaus voor Joep Domen van de NRC? Ja. Ik wilde iedereen hebben op de stoel die paste bij de foto. Dus vandaar dat jij op die stoel mag gaan zitten. En deze stoel die mag dan langzaam een beetje naar achteren. Joep is begonnen bij het Limburgs Dagblad. Hè? Je woont in de buurt van Roermond. Je hebt school van journalistiek in Utrecht. Heerlen. Wat zei je? In Heerlen. Jij woonde in de buurt van Roermond. Ja, precies. Je hebt heel veel geschreven. Ik noem een paar onderwerpen waar je echt ingedoken bent. Al een langere tijd geleden heb je bezig gehouden met de verstrengeling van de bouwwereld en de politiek in Limburg. He, dat was nauw met elkaar verweven. Een beetje het Italië van Nederland, zullen we dan maar zeggen. Hè? Zeker. Mag wel, hè? Interne zaken heb je bekeken bij het Europese parlement. Ja, ik ken jou vooral het misbruik binnen de katholieke kerk. Daar hebben we samen in die periode wat meer mee gedaan. De chaos bij de Belastingdienst. Ook niet onbelangrijk om onvermeld te laten. Onlangs nog de mestfraude in de landbouw, hè, dat boeren en organisaties daaromheen de mest wegtoveren als het ware. Dat zijn heel veel verschillende onderwerpen. En waar ik bij jou nou vroeg, waar begint het nou bij jou? Wanneer denk jij van, nu heb ik een onderwerp? Er zit een rode draad in die onderwerpen.
En die rode draad heeft is... nestfraude met misbruik in de katholieke kerk te maken. Ja, dat ga ik je uitleggen. Die rode draad is machtsmisbruik. Misbruik van mensen die in een positie zijn waarin ze macht hebben. Of macht kunnen creëren. En dat zie je zowel in de mest als in de katholieke kerk. En dat is echt een rode draad. En ik heb dat een aversie ontwikkeld, vrees ik, op een katholieke kostschool in België waar ik zat. Waar ik zag hoe paters die ons lesgaven misbruik maakten van die macht. En we zaten daar gevangen tussen hoge muren en we konden er niet uit. En daar, denk ik, ligt de voedingsbodem voor die rode draad in mijn verdere werk. Dus je gaat altijd op zoek naar de macht eigenlijk? Vaak heeft dat met integriteit en overheid te maken. Maar bijvoorbeeld dat mestmisbruik niet, hoewel deels wel, omdat de overheid het niet goed controleert. Maar wanneer dacht je van dat is een onderwerp dan? Mest bijvoorbeeld, ja? Dat is eigenlijk gekomen omdat wij contacten hadden met een klokkenluider van de NVWA. Dat is de toezichthouder als het gaat over mest, maar ook andere dingen in de landbouwsector. En daar hebben we toen een verhaal over gemaakt over de toezicht bij varkensfokkerijen en dat soort dingen. Dat klopte allemaal niet. En van het ene rol je dan in het andere. Dat heb je wel als journalist. Hè? Dat is opeens word je, ken je een netwerk en heb je een netwerk in de landbouwsector en dan van het ene komt het andere. Het is ook een beetje... En stel je ook de vraag als je dan steeds meer mensen spreekt van verdomd, waarom is dat eigenlijk zo dat die mest en mest, fraude en hoeveel geld gaat het en van het ene rol je dan in het andere. Ja. Dus je volgt de macht eigenlijk, dat vind ik belangrijk eraan. Onderzoeksjournalisten, hier zitten journalisten in spe, zou je kunnen zeggen. Onderzoeksjournalisten, is dat? Ik noem mijzelf geen onderzoeksjournalist. Ik vind mezelf echt een verslaggever. Die gaat op die dag ergens naartoe en maakt die dag ergens daar iets over en dan is die klaar. Ik vraag me af soms of ik echt wel journalist ben. Ik voel me echt verslaggever. Jij bent echt onderzoeksjournalist. Wat maakt nou iemand een onderzoeksjournalist? Is het een apart slag volk? Ja, ik denk wel dat het persoonlijkheid te maken heeft. Je moet inderdaad, zoals net al gezegd, van, je moet niet er tegen opzien om 3 maanden tijd te nemen voor een onderwerp. Je wil er induiken. Je moet daarmee even je adem inhouden, want al na misschien een paar weken of een dag heb je een onderwerp en denk je, verdomd, dat is een leuk verhaal. Maar dan moet je net wat doorlopen. Je moet geduld hebben. Ja, je moet geduld hebben, ja. En doorzettingsvermogen. En doorzettingsvermogen. Netwerken opbouwen. Maar er... Ja, er zijn natuurlijk nog veel meer zaken die... je wil het ook eigenlijk weten. Het is, jij bent een verslaggever. Jij staat aan de zijlijn en je doet verslag wat er in het veld gebeurt. En ik heb ook wel eens het idee dat als je onderzoeksjournalist wordt, dat je eigenlijk in dat veld gaat lopen. Je treedt die lijn over. Je gaat, ja, en dan niet zo ver als Stella natuurlijk, want Stella gaat echt meedoen. Nou, wij doen niet mee, maar... Zou je dat willen? Nee. Dat is een echt genre dat niet bij NRC of bij mij past. Wij proberen met andere middelen ook natuurlijk wel de waarheid en zo boven tafel. Als bijvoorbeeld die mestfraude, ja, dan hadden wij zelf met een kar moeten gaan rondrijden. Die mest van A naar B moeten transporteren en laten zien hoe makkelijk de fraude was. Nu zijn wij onder andere met anderen meegegaan die dat deden. En we hebben bronnen gezocht die ons vertelden en wilden vertellen wat er gebeurde. Dus we lopen wel in het veld. Hè. We worden uiteindelijk gaan we ook zeggen van kijk, die en die en die doen iets wat niet mag. Hiermee word je ook, mensen zien dat wel eens als een aanklager. En jij bent verslaggever en je zegt kijk, hij zegt dat hij iets doet of zij iets doet. Jij verslaat wat er gebeurt en wij treden eigenlijk een grens over. En, maar wat Stella doet, vind jij weer een grens te ver voor jou? Nou, niet voor, en dat past niet bij je. Wij proberen, dat staat volgens mij ook eens in onze codes, altijd met open vizier te werken. Dat is belangrijk. En je altijd bekend maken. Ja, dat hoort daarbij. En dat kun je natuurlijk niet in het, als je de aanpak hebt zoals Stella. Ja, maar dat spreek je ook meer aan, hoor ik jou ook een beetje zeggen. Nou, het is gewoon een andere aanpak. En dat, ik denk dat diversiteit in de aanpak in Nederland heel erg goed is. We hebben ook mensen op de televisie die undercover met pasjes, vervalste pasjes Schiphol binnenkomen te laten zien hoe makkelijk. Ja, dat zouden wij ook niet doen. Maar je trekt er een gezicht bij van, dat vind ik helemaal niks. Nee, maar dat is anders. Anders. Wij doen dat niet. Not your cup of tea. Ja. Ja. Je noemde net een aantal zaken die een rol spelen. Maar ook de vrijheid die je krijgt van een krant. Krijg jij carte blanche of hoe is dat bij jou geregeld?
Ja, we hebben een onderzoeksredactie van 7 mensen. En dat is redelijk uniek. En wij worden eigenlijk een paar keer per jaar, maar eigenlijk 1 keer per jaar in gesprek met de hoofdredactie. We hebben de kaders waarbinnen wij opereren. Zijn we helemaal vrij in het zoeken van onderwerpen. En wat is jouw kader dan? Nou ja, dat wij als onderzoeksgroep, we hebben daar mensen zitten die allemaal hun verschillende netwerken hebben en interessevelden en contacten. En het totale pakket van die onderzoeksgroep moet eigenlijk aansluiten bij wat de krant wil. Ja. Dus we hebben niet daar 7 Joep Domen zitten die allemaal dezelfde verhalen worden. We hebben dus heel verschillende types daar zitten met eigen interesses. En dan komt dan ook een breed pakket uit. Maar je hebt geen weekenddienst, dat je stukjes voor de krant van maandag moet maken. Je bent totaal vrij wat dat betreft. Maar we werken wel vaak in het weekend. Ja, dat sluit je niet uit. Nee, nee, dat snap ik. En waar ben je nu mee bezig? Kan je er iets over zeggen? Zaterdag, spionnen. Spionnen wat? Poetin's spionnen in Rusland. In Nederland. In Nederland? Poetin's spionnen in Nederland. Dat is de titel van het verhaal. Ja, wordt interessant. Ja. Ja, en dan moeten wij dan zaterdag een item over maken misschien. Dat weet ik niet. Okay, dat ligt aan. Goed. Aan jouw baas. Weet ik ook niet natuurlijk. Weet je ook niet. Misschien kunnen we het er straks even over hebben. Goed. Zijn er mensen die op Domen wat willen vragen? Ik vraag het heel keurig, maar jullie zijn mogen ook opstaan, vinger opsteken als je zegt van ik heb daar toch nog wel een vraag over. Nee? Was me al gewaarschuwd dat jullie heel weinig vragen stelden. Dat valt me op. Goed. Ja, mag ik wat vragen aan? Ja, Joep? Zeker. Ja. Nou, ik vroeg me af hoe jullie voorkomen dat je inderdaad in een soort tunnelvisie belandt. In het onderwerp wat je zit, zit dat in die groep van 7 of is dat breder, de gesprekken daarover? Ja, we hebben dat proberen we dan natuurlijk, dat gevaar is er altijd. Maar 1 keer per week hebben we een vergadering op dinsdag. En dan in die vergadering worden dus nieuwe onderwerpen aangegroeid. Dan hou je een soort pitch van kijk, ik wil hiermee bezig gaan. En dan word je bevraagd en onderling hou je elkaar. En dat zit ook elke week een soort voortgang in. Dus je vertelt ook waar je mee bezig bent en wat je doet en hoe het gaat. En daar krijg je, dat is de bedoeling dat je elkaar scherp houdt. En dat je dan ook zegt van ja, maar wacht eens even, dat weten we toch. Of waarom ga je niet die kant op? Zijn het dus eigen, onderling. Ja. Zijn het eigenwijze mensen, onderzoeksjournalisten? Ja. Ja, wel. Precies. Dat wil zeggen. Ja. Wilde ik wel even gezegd hebben. Je hebt het gehoord. Goed. Ja, verslaggevers trouwens ook al hoor. Nee, ze zijn helemaal niet eigenwijs. Nee, echt niet. Nee, totaal niet. Goed, ik ga iemand anders erbij halen, want nu wordt het lastig. Mag ik een applaus voor Jeroen van Bergijk, net al genoemd. Jeroen, je bent journalist, je bent schrijver, je bent documentairemaker. Je hebt freelance in New York gewerkt, voor de New York Times, de Rolling Stone. Je hebt Goudkoorts heb je geschreven, een boek, een poging om goudzoeker te worden. In Australië. Is dat gelukt trouwens? Ik ben wel goudzoeker geworden. Ik heb niet zo heel veel goud gevonden. Je was geen goede goudzoeker? Nee, kennelijk niet. Nee. We hebben jou ook, je hebt ook over de voettocht naar Santiago heb je geschreven ooit ook. Hè? De voettocht, de bedevaart is dat hè? Met de fiets. Met de fiets. Ja. Je hebt radio, televisie gemaakt. Je bent zelfs online uitgever geweest. Je hebt nu nog een online uitgeverij, geloof ik, als nee, ik laat... die is verkocht. Die is verkocht, je bent binnen. Nee. Ja. Nou, dat wil je. Was het maar waar. Was maar waar. We hebben je ook vooral eigenlijk gevraagd, want jij bent echt ook een participerende journalist, om het zo maar te noemen. Ik zei net al dat je leert goudzoeker worden in Australië. Maar onlangs heb je over Uber geschreven. Jij bent een tijd ondergedoken als Uber-chauffeur. En jij wilde een beetje blootleggen van hoe gaat dat nou? Hoe werkt dat? Waarom wil je Uber juist infiltreren daar? Ik zie en zag Uber als een soort... Beetje dichtbij houden. Voorbeeld of blauwdruk of afschrikkend voorbeeld over hoe werkgevers met werknemers omgaan. Die dan geen werknemers meer zijn en geen werkgevers meer zijn. Ik had een paar verhalen gelezen over dat hoe werkt nou die app van Uber. Zijn er mensen die wel eens Uber nemen in de zaal? Ja. Goed. Dus ik had verhalen gelezen over hoe die chauffeurs die voor Uber werken eigenlijk geregeerd werden door die app, door het algoritme van Uber. En dat is een heel slim algoritme en die app is heel fijn, zeker als klant. Was ik een fan in ieder geval van Uber. Dus ik ging er vrij enthousiast in. Maar ik was vooral heel geïntrigeerd van, maar wat doet dat app? Wat doet die app dan met die chauffeurs? Van hoe stuurt dat je gedrag? Ja.
Nou, dan kan je natuurlijk mensen interviewen, chauffeurs gaan interviewen. Maar ja, voor mij is de journalistiek een beetje een excuus om, om even iemand anders te zijn. Om ergens tijdelijk in een wereld te duiken. Dus om goud te gaan zoeken, omdat ik dat heel erg leuk vind. En dit leek mij heel erg leuk om een tijdje taxichauffeur in Amsterdam te zijn. Je kan van je hobby je beroep maken, als het ware. Oké, jij wilde een beetje ook de machtsverhouding tussen werknemer en werkgever uitzoeken. Die moderne werkgevers, zoals een Uber bijvoorbeeld, die mensen aanstuurt via een app. Vanuit Uber gezien is het super slim, want ze hebben dus geen mensen in dienst, want alle chauffeurs zijn ZZP'ers. Ze hebben geen auto's, want de auto's die zijn van de chauffeurs. Dus eigenlijk is het vanuit de werkgever heel erg slim bedacht, want je hebt allemaal geen kosten en je strijkt wel heel veel van de winst op. Maar wat doet dat? Dus dat is een Uber voorbeeld voor een deeleconomie of hoe je het ook allemaal noemt. Maar wat gebeurt er nou aan de onderkant van de mensen die het echte werk doen? Nou, daar was ik heel erg benieuwd naar. Hoe heb je het ervaren om het te doen? En hoe lang heb je het gedaan eigenlijk? Ik heb een half jaar. Een half jaar ben ik. Echt elke dag in principe of dat was je werk? Nou ja, ik nam wel eens een dagje vrij. Maar ja. En hoe heb je het ervaren? Nou, ik vond het heel leuk om taxichauffeur in Amsterdam te zijn. Het is elke keer is weer een avontuur wie er in de auto komt. Soms zeggen mensen niks, maar dan opeens zit er iemand naast je die stort zijn hele leven uit. Dus dat was heel erg leuk. Ik merkte dat het een soort... die app die heeft heel veel gelijkenissen met een videogame eigenlijk. Je kan badges winnen, je krijgt cijfertjes, je wordt voortdurend... krijg je een cijfer als je na een ritje... ze hebben ook een heel slim systeem dat bij Netflix bijvoorbeeld, als je een serie aan het kijken bent, dan zetten ze altijd die serie al voor je klaar. Dus het is eigenlijk makkelijker om te blijven kijken dan om te stoppen met kijken. En zo werkt Uber ook. Als je een ritje aan het doen bent als chauffeur, dan is de volgende rit staat alvast voor je klaar. Dus eigenlijk, je wordt alsmaar... uitgedaagd om verder te gaan. Ja, en om hogere cijfers te halen en om langer te werken. En Uber stuurt je dan naar gebieden waar er veel vraag is. Dus dat wordt ook allemaal heel subtiel gedaan. Dus het is heel knap hoe ze... Want er is dus geen echte gezagsverhouding. Uber zegt niet van je moet om 9 uur inklokken en om 5 uur uitklokken. En je moet dat en dat doen. Maar ondertussen bereiken ze hetzelfde. Het werkt een beetje verslavend als het ware. Je kan niet stoppen. Ja, ja. Ja. Kon je aardig je kost verdienen? Nee. Nee? Nee. Wat verdiende je? Ik zat echt ver onder het minimumloon. Maar dat kwam ook omdat ik niet... Kijk, die jongens in Driehoek in Amsterdam doen, die werken 40 tot 60 uur in de week. En dan kan je er een salaris aan verdienen. Maar omdat ik veel minder uren maakte, maar wel die kosten had. Dus, want je bent zelfstandig ondernemer, dus je hebt heel veel kosten. Je moet een auto hebben, allemaal investeringen die je moet doen. Die moet je eerst terugverdienen. Dus je bent al zo 3 dagen in de week om die investering, 3 dagen in de week aan het werken om die investering terug te verdienen. Dus daar zat ik meestal net aan. En dan daarboven ga je pas verdienen. Ja. En vind je dat je iets blootgelegd hebt? Dat vind ik altijd... Maar dat is onderzoeksjournalistiek dan voor bedoeld. Ja, ik denk dat ik een aardig inzicht heb gegeven in hoe zo'n bedrijf als Uber werkt. En ik zie Uber als een soort van, inmiddels, als een soort afschrikwekkend voorbeeld van hoe het wel eens in de toekomst met heel veel bedrijven zou kunnen gaan. Ja. Want je hebt Stella net gehoord, die heeft bijna haar hele leven op deze manier gewerkt, hè? Jij regelmatig. Stella is echt een klasse apart hoor, maar dus daar wil ik me niet aan meten. Oké. Maar er zitten elementen in jouw werk daarvan. En Joep hoor je net zeggen van ja, it's not my kind of my cup of tea. Het past mij niet die stijl. Moet die stijl je echt passen? Nou ja, wat Joep zei, ja, ik zou dus wel op die mestkar gaan zitten en dan wil je die stront ruiken en weten hoe dat gaat. Want ik vind dat. Hele mooie verhalen, niet zozeer beter, want ik heb heel veel bewondering voor wat Joep doet. Maar door er echt in te duiken, kan je wel een ander soort verhalen schrijven dan... Maar wij zaten, en mijn collega zat op de bok bij een mestkar, 's nachts door het Brabantse land. Alleen die mestkar was niet van ons, maar van die man die ons liet zien hoe de fraude werkt. En dat is het verschil, dat we niet zelf met een kar door het land rijden, maar dat we wel zien en met eigen ogen zien hoe die fraude in elkaar zit. Dus dat
Wij willen natuurlijk ook, want daar begon het verhaal mee. Het was een leuk begin over hoe wij over die hobbelende Brabantse wegen reden op weg naar het volgende mestfraudegeval. Ja. Ja. Okay. De grens is soms vaag, schrijf. Maar soms ook wel weer maar duidelijk. Het voordeel van wat Stella doet en wat ik met Uber heb gedaan, is dat je kan beschrijven wat het met jou als persoon doet. Ja. En dat denk ik dat dat een soort van meerwaarde kan geven, omdat je je gevoelens kan beschrijven. En dat is lastig. Als je buiten de buiten blijft. Dat kan natuurlijk wel. Als je heel veel met iemand optrekt, dan. Dus ik zeg niet dat dit de methode is, maar ik vind dit persoonlijk. Voor mij is het ook. Ik vind het namelijk heel leuk om te doen. Ja. Om een tijdje taxichauffeur te zijn en dan heeft, weer verder te gaan. En het heeft meerwaarde, zeg jij. Nou had je het net over. Jouw verhaal is ook in de Volkskrant verschenen. Je hebt er een boek over geschreven ook. Een tijd geleden was de journalist van de Volkskrant. Die was bij Deliveroo, was die bezorger geworden. Die werd ook zo door zo'n app geregeerd. Er was een andere verslaggever die had een hartstilstand gehad. Die heeft heel erg beschreven hoe hij dat ervaren heeft en ook daarna. Ik vond het heel leuk om te lezen. Is het een trend? Nee, ik zei niet maar. Is het een trend, vroeg ik me af. Neemt het toe? Of ligt het aan mij dat ik het toevallig allemaal gelezen heb? Dat weet ik niet. Misschien. Hebben jullie dat een idee dat het meer het beleven van de zaken, dat onderdeel van een journalistieke productie wordt? Nou, we hebben wel een hele ik-cultuur. Er zijn bij ons op de redactie ook wel waarschuwingen van een beetje rustig, want heel veel, vooral jonge mensen overigens, die hebben nog wel het idee vanuit de eigen beleving dan ik. Ja. Het gebeurt wel bij onze kant, hè, dus die persoonlijke aanpak. Maar we zijn daar voorzichtig mee. Ja. En of het meer wordt landelijk gezien, zo weet ik niet. Weten we niet. Oké, die conclusie kunnen we niet trekken. Ik weet ook niet of het meer wordt, maar het lijkt wel een beetje zo in dit soort voorbeelden. Ik vind dit soort voorbeelden echt een bijdrage aan je inzicht in hoe de samenleving in elkaar steekt. Maar de journalistiek zou niet zeg maar, alleen dat moeten zijn. Dat past ons niet of past de NRC niet, maar in accenten kan het natuurlijk wel. Ja, het is een voor een kleurrijk palet. In de journalistiek is het zeer aantrekkelijk. Ja? Oké. Okay. Trekken we die conclusie. We gaan er nog wel iemand bij halen. En spring vooral in als je iets wil zeggen. Mag ik een applaus voor Sanne Terlinge? Er zijn een paar vragen daar. Ja? Er zijn een paar vragen daar. Oh, ze waren de vragen. Kom, gelijk. Je mag meteen naar de microfoon. Daar juichen we erg toe. Aan wie wilde je de vraag stellen? Ik wilde de vraag stellen aan Joep. U zei dat u een onderzoek had gedaan naar Poetin-spionnen. Nu is mijn vraag waarom u Poetin laat vallen en niet het alleen bij Rusland laat. Waarom u de naam Poetin laat vallen? Ja, waarom de naam Poetin? Omdat anders dan in Nederland, we denken wel eens dat Rutte alles aanstuurt hier, maar dat is niet zo. Maar in Rusland, kan ik je verzekeren, is het zo dat Poetin alles aanstuurt. En persoonlijk verantwoordelijk is voor de belangrijkste inlichtingendiensten die ook in ons land actief zijn. Start van het onderzoek was de aanhouding van vier Russen die stonden te rommelen met een auto op de parkeerplaats vlakbij de OPCW. Dat is de organisatie die het verbod op chemische middelen moet controleren in Den Haag. Dat is bekendgemaakt, heb je gehoord. En wij dachten toen, de logische vraag, god, als daar vier spionnen in Nederland, dat is wel heel erg James Bond. Maar het gebeurt wel. En wat gebeurt er nou nog meer? En dat was het uitgangspunt voor dat verhaal. Stoort het je een beetje? Tenminste, dat hoor ik. Ik zag het laatst in de Volkskrant dat er bijvoorbeeld peren of zo verboden werden in Nederland door Poetin. En dan denk ik echt van ja, het is niet alleen Poetin die dat laat verbieden. Het is gewoon meer dan dat. Het systeem. Het systeem bijvoorbeeld. Rusland. Nou, het is gewoon opmerkelijk dat zijn naam dan als titel in een krantenstuk wordt gezet. Maar in dit geval is hij dus hoofdverantwoordelijk, heel direct, hiërarchisch, voor twee van de belangrijkste, er zijn drie belangrijke inlichting- en veiligheidsdienst in Rusland. En twee daarvan, daar is hij direct verantwoordelijk voor. Dus hij gaat minder. Dat is de reden waarom dat dit verhaal direct aan hem gelinkt is. Hij gaat minder over de peren, maar meer over de veiligheidsdiensten. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Oké, okay, top. Okay. Ja? Goed. Nog meer vragen? Hoi, ik heb een vraag voor Jeroen. En misschien kunnen andere mensen ook daar in op hakken. Zeg maar, mijn eerste vraag is, heeft Uber iets veranderd naar aanleiding van uw bevindingen in hun beleid? Nou, ik had een paar weken geleden een verhaal over. Er was een meisje in Amsterdam doodgereden door een Uber-chauffeur.
En of hij nou schuld had of niet, doet er niet zo heel veel toe. Maar Uber zegt, het is een ZZP'er, is niet bij ons in dienst, dus we hebben niks mee te maken. Bovendien, hij had de app niet aan. Zelf zegt dat hij de app wel aan had, maar stel dat hij die app niet aan had, dan... Microfoon niet dichterbij. Dan had dat... En daarmee was de verantwoordelijkheid klaar. En dat was echt zo'n koude reactie. De ouders van het meisje hebben nooit iets van Uber gehoord. En die chauffeur die heeft nooit iets van Uber gehoord, terwijl die fulltime voor Uber reed. En door die verhalen in de krant hebben ze wel een beetje bakzeil gehaald. Niet publiekelijk, maar ik hoorde wel van die ouders dat opeens Uber wel contact met ze zocht. Dus dat vond ik wel een kleine overwinning. Of in ieder geval vond ik mooi om te zien dat het dan invloed kan hebben wat je doet. Maar hebben ze ooit gereageerd op jouw artikel of jouw boek? Ja, toen dat stuk in de Volkskrant uitkwam, toen werd ik uitgenodigd door de directeur. En dan mocht ik op bezoek komen. Dat was... Jeroen, wat interessant wat je hebt gedaan. We willen graag van je leren. En heb je nog tip voor ons? Dus de strategie was een beetje doodknuffelen in plaats van de aanval. Wat natuurlijk heel slim van ze was. Maar ja, daar kwam alleen maar nietszeggendheid uit. Oké. En dan, ik heb wel meer ook internationaal wat ingelezen in onderzoeksjournalistiek en ook nationaal. En wat eigenlijk daarin voorkomt, of de algemene lijn, is dat welk bedrijf je ook, onderzoekt, de invloed die je uiteindelijk hebt op het beleid van dat bedrijf is vrij klein. En als je leven zo op stelte zet voor heel veel maanden en financieel enorm veel onzekerheid kiest, wat bezielt u? Kan je kort... Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Nou, wat mij persoonlijk... Ik heb niet de illusie dat wat ik doe invloed gaat hebben. Maar wat mij bezielt is dat ik het heel erg leuk vind om in zo'n wereld onder te dompelen. Wat ik eerder al zei, de journalistiek is voor mij een soort excuus om een tijdje ergens in een wereld rond te kijken... die helemaal vreemd voor mij is. En daar dan aan te snuffelen en daarin te duiken. En dan na een half jaar ben ik weer klaar. En dan ga ik door naar het volgende. Dus ik vind dat een hele plezierige way of life. Maar je moet ook een beetje gek zijn. Dat horen we ook eigenlijk. En dan kom je net als Stella uiteindelijk bij die psychiatrie natuurlijk terecht. Ja, ja. Nou, ik zou niet aan de crack gaan. Dus dat is wel een soort van grens. Nog niet. Maar is het een beetje... Ja, sorry, als ik één vraag. Wordt u nooit doet die onzekerheid... Doet dat niks met u, dat u niet weet wat eruit komt en zeker omdat u freelancer bent? Nou, ik heb heel vroeg in mijn carrière besloten om nooit in dienst te gaan. Dus ik heb nog nooit van mijn leven een baan gehad. En dat levert heel veel financiële onzekerheid op. Dat is heel vervelend, zo nu en dan. Ik heb op een dag besloten, ik ga het in New York proberen. Nou ja, je moet wel heel veel mazzel hebben, wil je ooit een keer correspondent in Amerika worden. Dat is maar heel weinig gegeven. En ik heb het gedaan, dus je moet een beetje avontuurlijk zijn. Ja, en niet al te bang zijn voor die onzekerheid. Ja? Oké. Okay. Sanne, we gaan naar jou. Jij werkt voor Argos. Ja. Argos Radio, onder andere op Radio 1 op zaterdagmiddag. Het onderzoeksprogramma van de VPRO. Maar Argos is eigenlijk meer aan het worden ook. Hè? Die uit zich ook online... op tv is er zelfs een medialogica gekomen over hypes in de media. Jij hebt ook al... zo oud ben je? Hoe oud ben je als ik vraag maar? 33. Je hebt, omdat je dan een hele staat van dienst hebt... je hebt gewerkt voor het On World Magazine. Je hebt veel over migratie en mensensmokkel geschreven. Je hebt geschiedenis gestudeerd. Geschiedenis en journalistiek. En African Languages and Cultures. Zullen we die ook maar toevoegen dan? Je hebt freelance geschreven voor veel bladen. Ook, ik zag bladen als Hartgras, het voetbalblad. Maar ook voor de Viva en de Groene Amsterdammer. Zal ik mijn wapenfeit ook maar even noemen? Dat is, ik ben begonnen als chef van de naaktrubriek van de Breakout. En vervolgens afgewezen voor de opleiding journalistiek. Omdat ze vonden dat dat echt niet kon in Amsterdam. Ze zijn gelogenstraft. Hè? Jeroen had het net over het freelance en het in vaste dienst werken. Je bent nu in vaste dienst, denk ik, hè? Ja, ja, tenminste, ik heb een jaarcontract, hè? Dus ja. Dat zijn, dat is dan ook nog niet echt vast.
Hè? Omroepen, ja. Omroepen. Dat is altijd wat lastiger. Ja, dat, ik heb de neiging om dat te nuanceren als je dat zegt. Ik denk dat van de redactie van NWS Nieuws zo'n 90% gewone cao-contract heeft. Misschien wel meer dan 90. Dus de omroep, generaliseren... Generaliseren moet je altijd mee oppassen, Joep. Dus zou ik je voor willen waarschuwen. Dank je wel. Sanne, maakt het voor jou wat uit? Of je als freelancer werkt of als een vast contract? Ja, de onderzoeken die ik doe, die zijn niet efficiënt voor het bedrag waar ik ze voor verkoop. Hoe bedoel je dat? Het komt voor dat ik anderhalf jaar aan een onderzoek werk. En als je daar dan €2000 voor krijgt, dan is dat niet een bedrag waar je van kan leven. En ik deed in die tijd ook onderwerpen die zo impopulair waren dat alle fondsen er ook geen geld voor wilden geven. 2012 aangeklopt bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En die zeiden vluchtelingen, nee, dat vinden wij echt geen onderwerp. Dus dat... En later inderdaad zulke geheime onderwerpen dat ik er niet voor kon aanvragen. Dus het was voor mij niet efficiënt en dan moest ik er andere dingen naast gaan doen, waardoor ik niet volledig kon onderzoeken. En ik word wel gewoon het gelukkigst van die onderzoeksjournalistiek. Ja. En kun je uitleggen waarom jij er zo gelukkig van wordt? Ik weet eigenlijk helemaal niet waar het vandaan komt. Ik vind het fijne eraan dat... Ik wil heel graag echt weten hoe het zit. Maar hoe langer je onderzoekt, hoe minder je vaak weet hoe het zit. Maar tegelijkertijd, hoe meer dingen je ontdekt van... Oh, dat de mensen dit niet weten. Dit zou ik onder de aandacht moeten brengen. Of hier is sprake van... ik zou niet zeggen dat ik schrijf of uitzend om iets te veranderen. Maar wel om iets... aan te kaarten vaak. Het gaat wel altijd over misstanden of iets wat op papier mooi werkt, maar in de praktijk niet, bijvoorbeeld. Maar is het dan een persoonlijke interesse die je hebt of een persoonlijke vraag die je erbij hebt? Want Joep zei straks, ik kom via mijn netwerk bijvoorbeeld iets aan, maar jij begint dus bij ik vraag me iets af of ik wil iets weten. Nou, ik vind het heel lastig om uit te leggen. Het is een manier van zijn bij mij. Dat klinkt ontzettend wazig, maar er is wel eens gewoon een verhaal begonnen. Een van mijn grootste verhalen als jonkie nog, toen ik nog freelancer was, met een berichtje in de Telegraaf. Ik ging naar Ghana op vakantie en ik zag een berichtje staan dat daar een moordaanslag was gepleegd op een vastgoedmagnaat. Daar ging ik wat op googlen en toen dacht ik, hé, deze man heeft meer... Er zijn meer aanslagen op deze man gepleegd. Dat is opvallend. En elke keer als hij een conflict met iemand heeft en hij verkoopt het elke keer aan dezelfde journalist in de Telegraaf. Nou, toen dacht ik, oh, dat is grappig. Iemand die misschien wel moordaanslagen op zichzelf verzint. Nou, en toen kwam ik erachter dat... ben ik gewoon die mensen gaan bellen die daar in Ghana waren opgepakt voor de moordaanslagen. En toen zei ze, ja, dat is omdat... mijn vrouw met een minderjarig meisje naar de politie is geweest om aangifte te doen van seksueel misbruik door deze man. Dus het is niet dat ik dacht van, goh, ik ga nu een verhaal maken waarin ik deze man ontmasker. Maar het gevoel dat iets niet klopt. En vingerspitsengevoel. Ik vind het dan ook gewoon heel erg leuk om dat uit te zoeken. Elk aha-moment, dat vind ik bijna nog leuker dan een goede film kijken. Ja. Dus zo rolt een verhaal verder. En dan ben je zover, niemand wilde dit verhaal hebben. Maar dan ben je al op het moment dat je denkt, goh, maar hier is iets aan de hand. Ik ga niet stoppen. Ja. Dus toen heb ik als freelancer inderdaad 3 keer van mijn eigen geld een vliegticket naar Ghana gekocht. Omdat kranten zeiden van, ja, maar ik wil graag dat je dit documentje ook nog even ophaalt. Ja. Maar kijk, als hier jonge mensen zitten en die zeggen, ja, ik wil later ook geld verdienen. Dan word ik van dit soort verhalen niet gelukkig. Want... jij hebt moeten sappelen, je eigen vakantiereis daarvoor moeten gebruiken. He, Jeroen die wist niet of je de volgende maand weer geld had. Dat lijkt me toch ook wel weer lastig. Ja, nu daarom ben ik in vaste dienst gegaan. En, nee, maar het grappige is ook dat juist deze investeringen in dit soort verhalen hebben ervoor gezorgd dat ik nu al als een relatief jonge journalist vergeleken met deze collega's hier op het podium misschien, een goed netwerk heb en ook goed kan meedraaien. Dus ik krijg nu misschien wel beter betaald dan sommige andere journalisten. Er is nog één groot punt wat niet aangeroerd is in het verschil tussen freelance onderzoeksjournalisten en journalisten die het voorrecht hebben om in een organisatie te werken. Die hebben die organisatie ook achter zich staan. Er zijn steeds meer mensen en organisaties en bedrijven, die pakken je aan.
Bart Nijpels het werkt bij de KRO of werkte bij de KRO. Die heeft Ryanair. Er heeft 3 uitzendingen over Ryanair gemaakt. Hij heeft laten zien wat voor misstanden daar waren. Nou, hij heeft het geweten. Hij was in dienst bij de KRO. En dat was maar goed, want anders hadden ze hem helemaal uitgekleed. Tot aan de Hoge Raad hebben ze geprocedeerd. Dus een van de problemen voor freelance-collega's, als je dit werk wil doen, is: let op, want je schrijft iets en je hebt geen organisatie. Bij mij betaalt de NRC Handelsblad al die rechtszaken, of al die rechtszaken, als er rechtszaken zijn, of bij de Raad van Journalistiek moet je ook. En je staat anders alleen als freelancer. Dus maak daar goede afspraken over. Dat is wel een hele belangrijke. Jeroen, dat had jou kunnen overkomen, dat Uber aan de bel had getrokken bij jou. Zeg, ja, maar wat jij hebt gedaan, dat deugt niet. Jij bent ondergedoken bij ons en hebt misbruik, nou, ik noem maar wat. Ja, nou, dus ik heb dat wel met de juristen van de krant hebben daar goed naar gekeken. En daar had ik je had wel een krant achter je toen ja, je dit maakte. Ja, dus ik had al van tevoren een afspraak met de Volkskrant. En, ja. Maar mijn uitgever, die was ook niet zo happig. Ja. Ja? De NVJ betaalt juridische bijstand. Ik betaal advocaat en alles, dus ik heb nooit ontdekt. Dat is bij mij niet zo geweest. Nee, maar als jij veroordeeld wordt, ze betalen juridische bijstand. Maar als jij veroordeeld wordt tot een schadevergoeding, betaalt de NVJ jouw schadevergoeding niet. Dan zou de uitgever betalen. Ja, maar dan moet je dan afspraken over maken. Ik duid maar, het is heel. Je moet uitkijken als freelancer. En je moet daar goede afspraken over maken. Ja. En wat stellen straks, een goed netwerk achter je hebben staan. Mensen die je een beetje in de gaten houden. Of mensen die je kunnen adviseren. Dat is natuurlijk ook altijd van belang. Sanne, waar ben je nu nog vooral mee bezig? Ik heb 2 grote projecten. De een die wordt volgende week zaterdag uitgezonden. Dat is, als we het over rechtszaken en gevoelige onderwerpen. Dat is een zaak van kindermisbruik in Den Haag. Een zaak? Een zaak, ja, hij moet nog uitgezonden worden. Nee, hè? Dus ik ga niet alles hier. Een meisje dat aangifte heeft gedaan tegen haar eigen vader. En die zaak is geseponeerd. En wat we daarvan moeten vinden, dat mag je zelf bepalen na. Dat is een heel individuele zaak die je uitzoekt. Ja, bij toeval. Omdat wij niet om te achterhalen specifiek. Het was mooi geweest als dat wel gelukt was. Wat er precies klopt aan de verklaring van het meisje, maar om te kijken hoe het politieonderzoek in deze heeft gefunctioneerd en hoe ze zijn omgegaan met bewijsstukken in deze zaak. Dat is 1. En nog een andere kort? Ja, ik heb een heel groot project opgezet, dat heet Lost in Europe. En daarbij gaan we met een internationaal team van onderzoeksjournalisten op zoek naar meer dan 10.000 vluchtelingenkinderen die verdwenen zijn in Europa. En NRC heeft zich net aangesloten. Joep is het ermee eens. Goed, mag ik onze laatste, dan hebben we het vijftal compleet naar voren vragen. Graag een applaus voor Bjorn Oostra. Ik zag geen puntjes, dus het is Bjorn? Ja. Oké, ja. Bjorn is hoofdredacteur van de Limburger. Heeft school voor journalistiek gedaan in Utrecht. Niemand heeft hier school voor journalistiek in Tilburg gedaan. Hè? Even voor de duidelijkheid. Hè? Ik heb helemaal geen school voor journalistiek gedaan zelfs. Nee, ik ook niet. Ja. Nee, ik... Je bent ooit begonnen bij de Limburg als een soort werkervaringsplek. Je bent echt langzaamaan echt ontzettend opgegroeid daar. Je bent verslaggever geworden, chef nieuwsdienst en chef ook van de onderzoeksredactie journalistiek. En sinds 1 jaar ben je hoofdredacteur. Om een paar zaken te noemen waar jij je mee bezig hebt gehouden vanuit je onderzoeksgroep was met Jos van Rij, hè, de bekende wethouder uit Roermond. En over de transportsector, daar heb je het een en ander over blootgelegd. En waarom wij... Ja, ik niet, hè. Nee, maar jouw team, hè, dat heb je een beetje sturing aangegeven. Je hebt daarmee bedacht hoe je daar het beste in kon opereren. Dat zijn de belangrijkste dingen, ook wat jou betreft? Nou ja, we hebben veel onderzoek gedaan in Limburg naar radicalisering. 2 collega's die daar nu al 2,5 jaar mee bezig zijn, hebben daar ook een boek over geschreven. Het vertrek van een Maastrichtse jongen naar het kalifaat, helemaal blootgelegd. Wat daar eigenlijk in het hoofd van de jongen is omgegaan. De jongen Sultan die heeft uiteindelijk een bomaanslag gepleegd in Irak. En is daarmee een van de grootste massamoordenaars in de recente Nederlandse geschiedenis geweest. Die naam die is niet heel bekend.
Onze slaggevers hebben dat blootgelegd. Die hebben met heel veel mensen uit zijn omgeving gesproken. Omdat wij wilden weten, wat gebeurt er met zo'n jongen die normaal opgroeit? Geen problemen heeft, geen achtergronden bij politie, justitie en dan plotseling radicaliseert. En kun je daar een beetje achter komen? Zeg je, we treden in het hoofd van deze jongen. Ja, maar... goed, in het hoofd is natuurlijk wat te veel gezegd. Ja, daar zijn we uiteindelijk achter gekomen. Althans, we hebben denk ik een hele geslaagde poging gedaan om in de buurt te komen bij, bij hoe dat gaat. Maar dat vergt gewoon echt heel veel tijd en heel veel geluk ook. Je moet op het juiste moment met de juiste mensen kunnen spreken. En mijn collega's hebben dat gedaan en die hebben daar echt een heel lezenswaardig boek over geschreven. Ook heel veel bij ons in de krant over gepubliceerd. Dus een soort reconstructie. Zou dat is echt een reconstructie van we hebben het gefocust op die ene jongen, maar er waren in Maastricht 5 jongeren die gereisd naar het kalifaat. Wij vonden dat bijzonder. 2-3 jaar geleden was dat bijzonder. Een daarvan is Aisha, dat is nog redelijk bekend geworden. Die is door haar moeder teruggehaald uit het kalifaat. En wij vinden het van belang, niet omdat we het leuk vinden. Het is uiteraard ook leuk om het uit te zoeken, maar wij vinden het van belang om naar onze lezers te laten zien wat er gebeurt. Ja. We hebben het net over participerende journalistiek. Hè? Je neemt ergens deel aan, onderzoeksjournalistiek. En nou hebben we het weer over een reconstructie. Dat is ook een vorm eigenlijk van onderzoeksjournalistiek, zou je kunnen zeggen. Ook iets wat je, naar mijn idee, ook wel vaak ziet de laatste tijd. Ja, wij noemen het niet zelf, gewoon, wij noemen het niet geen reconstructie. Een reconstructie vind ik prima, maar dit is echt onderzoek geweest. Die zijn daar alles bij elkaar ruim een jaar mee bezig geweest om dat hele traject af te lopen. En vooral om vertrouwen te winnen. Dat was echt het belangrijkste. En uiteindelijk hebben we daar een reconstructie van die gang naar het kalifaat van gemaakt. Ja. Waarom we jou vooral uitgenodigd hebben is omdat je bij heel veel kranten ziet, met name de regionale kranten, dat er bezuinigd werd op onderzoeksjournalisten. Daar moesten sowieso heel veel journalisten de laatste tijd uit. En jullie hebben gezegd, wij trekken nog een substantieel bedrag juist uit voor onderzoeksjournalistiek. Want hoeveel hebben jullie ervoor uitgetrokken op jaarbasis? Dat weet ik niet. Weet je niet? En dat wil ik ook niet weten ook. Oh. Omdat het me eigenlijk ook niet zo heel erg interesseert wat het kost. Nee, dat meen ik oprecht. Kan jij wel vinden, maar jouw baas zal het wel moeten uit willen geven. Nee, want ik bepaal wat wij doen met het door onze uitgever ter beschikking gestelde redactiebudget. En wij vinden onderzoeksjournalistiek van groot belang. Dus we hebben 6 mensen min of meer vrijgesteld voor onderzoeksjournalistiek. En dat zijn mensen die zo nu en dan ook reguliere journalistiek bedrijven, maar toch vooral de tijd krijgen om zaken uit te zoeken. En dat doen we omdat we dat ongelooflijk belangrijk vinden en omdat dat volgens mij eigenlijk de enige manier is om het hoofd boven water te houden in deze tijd. Om je als krant te laten zien, heb je dat gewoon nodig. Maar dat gaat dan bijvoorbeeld de kosten voor de maandagochtendkrant. Niemand hoeft dan in het weekend te werken. Ik noem dat even maar als voorbeeld. Ja. Je hebt ook nog journalisten nodig die de gewone stukjes schrijven. Nee, zeker. Het is niet zo dat iedereen bij ons onderzoeksjournalistiek doet. Dat kan natuurlijk ook niet. Kijk, wij zitten in de gelukkige omstandigheid dat wij een vrij grote regionale krant zijn. Met nog redelijk veel verslaggevers in dienst. 130. Dus daar... Dat is makkelijk, laat maar zeggen, makkelijker. Makkelijker schuiven. Ja, makkelijker om een beetje mee te schuiven dan een krant die dramatisch bezuinigd en uitgeknepen is. Bij jouw collega-hoofdredacteuren zie je wel verschillen. Ja. Ja, ja. Zouden die anderen die keuze dus niet kunnen maken omdat ze minder medewerkers hebben? Of zouden ze die keuze nog wel kunnen maken? Het is een keuze, je zegt het. Kan altijd, ja. Ja. Ik ga het nu een beetje verbreden en het is ook leuk als jullie direct ook als jullie vragen hebben. Want ik wou eigenlijk een beetje kijken, want hoe staat het nou met onderzoeksjournalistiek in Nederland? We hebben geconstateerd dat er fondsen komen van de overheid om dat te stimuleren. We hebben gezien dat kranten daarin bezuinigd hebben. Vorige week was de openingsavond van het Erasmus Festival, waren 3 journalisten van de krant. Die heel erg klaagden dat het ontzettend achteruit ging en zo. En ik miste daar een beetje het geluid, het jonge geluid. Hè, als je over Bellingcat hebt de laatste tijd, datajournalistiek. Marcel, dan spreek ik jou even aan als van het Genootschap van Hoofdredacteuren. Hoe is de stand van zaken met onderzoeksjournalistiek in Nederland? We zien verschillende vormen nu hier, nu vanavond. We zien de Limburger die daar juist geld voor uittrekt. Maar hoe ligt het nu? Hoe kijken die hoofdredacteuren daar tegenaan?
Nou, ik denk in het algemeen dat het onmiskenbaar is dat de journalistiek onder druk staat. Krimpend budgetten, met name omdat de advertentiemarkt internet ervoor gezorgd heeft dat de advertentiemarkt heel erg verandert. Ik geloof dat er iets, om één getal te noemen, in de Nederlandse advertentiemarkt, ik weet niet helemaal het bedrag zeker, maar het zit wel ongeveer in die richting, iets van 1 miljard naar Facebook en Google gaat uit de Nederlandse advertentiemarkt. Dat is een bedrag wat dus vroeger eerst bij kranten, bij de journalistiek belandde. Dat is natuurlijk heel erg veel geld. En dat zie je terug in alle reorganisaties die er geweest zijn. Tegelijkertijd vind ik het ook wel belangrijk om niet altijd met z'n allen al te negatief te doen over wat de journalistiek doet, maar vooral het ook over onze zegeningen te hebben, waar we hier ook mooie voorbeelden van zien. Maar het is onmiskenbaar dat er druk op staat en dat zorgt voor een hogere productiedwang en drang. En dat zorgt snel voor het bezuinigen op vormen van journalistiek die extra tijd kosten of extra geld kosten. Maar ja, tegelijkertijd zie je ook wel weer dat het initiatieven oplevert die juist aan het journeel zijn. Of dingen die Sanne vertelt, bij de NRC of wat Björn vertelt, dat de redacties die er zijn echt ervoor kiezen om een gedeelte van hun redactie er echt voor in te zetten, omdat ze het grote belang van onderzoeksjournalistiek voor het functioneren van de democratie meer dan ooit daardoor zien. Ja. Ik heb geen cijfers of het meer of minder is dan 10 jaar geleden. Dan kom je ook op het probleem, hoe definieer je nou onderzoeksjournalistiek? Wanneer is het veel, wanneer is het weinig? Maar de journalistiek als geheel heeft het niet makkelijk. En dat is op lange termijn natuurlijk niet heel goed voor de democratie. Oké, Sanne, ja, ik wilde het sowieso niet aan, maar je stak je vinger op. Ben jij ook somber? Maar is het niet helemaal somber, maar... Nou, ik ben wel een beetje somber, eigenlijk vooral vanwege de juridische druk en de efficiëntie die sommige hoofdredacties soms eisen. En tegelijkertijd zie je dat... ik ga toch over mijn eigen project beginnen, omdat ik dat Lost in Europe project... Omdat wat ik daar het leuke aan vind, is dat het een soort oplossing ook is. We werken samen met de BBC en The Guardian. We werken samen met journalisten in Frankrijk. En iedereen doet zijn eigen onderzoek. Maar we leggen het samen en je kunt dus meer publiceren. Dus ook al ben ik 1 jaar bezig met mijn eigen onderzoek, ik kan ook de onderzoeksresultaten van The Guardian hier in Nederland als eerste publiceren. Dus mijn redactie krijgt er meerdere verhalen voor terug, waardoor ik ruimte heb om dat onderzoek te doen. Dus jij zegt meer samenwerking eigenlijk? Ja, bijvoorbeeld. En gewoon dus inderdaad investeren in, gewoon met z'n allen zeggen van, het is belangrijk dat er goede verhalen gebracht worden, in plaats van elkaar beconcurreren om de scoop. Ja. En dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Kan ik daar andere mensen over horen? Ja, ga je gang. Nou, ik wil nog even de loftrompet over het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten steken. Daar heb jij geld van gehad. Daar heb ik geld van gekregen, dus vandaar. Kan nooit kwaad om de mensen van wie je geld krijgt. Heb je nog iets ingediend of niet? En ik heb nu ook geld voor een nieuw project gekregen. Ja. Dus, en het is een toegankelijk fonds. Het is makkelijk te benaderen. Je krijgt snel antwoord. Ben je al gehonoreerd? Ja. Oké. Ja. Ja. En je kan niet zeggen waarom, zeker? Nee. Maar ik wil nog even aansluiten op die internationale samenwerking. Hoe staat het met de onderzoeksjournalistiek in Nederland? Wat je ziet is dat het, en dat is een aantal jaar gaande, ik weet niet of jullie dat ook gezien hebben, dat nadat eerder de maffia al internationaal ging, politieopsporingsinstanties internationaal gingen, ook journalisten internationaal zijn gegaan. En er zijn tal van samenwerkingsorganisaties ontwikkeld door journalisten en media in Nederland. We hebben daar de voorbeelden van gezien de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld, wij zijn onderdeel van voetballeaks en hebben dus op basis van allerlei lekkende types in Spanje meegedaan met Der Spiegel en andere kranten en media in Europa. Je ziet dus dat Europees breed, trouwens wereldbreed eigenlijk, er meer en beter wordt samengewerkt door journalisten. Ja. Met groot succes. Ja, en dat helpt tegen een verlagend budget, zeg je? Maar het geeft ook meer mogelijkheden. Ja, maar dat geeft dus meer mogelijkheden. Ja. Maar het laat vooral zien, we hadden het even, hoe zit het nou met die onderzoeksjournalistiek? Ja. Dit vind ik een van de positieve trends die er dus is. Ja. Er zijn volgens mij nog meer positieve trends. Ik ben ook helemaal niet somber. Follow the Money in Nederland is een geweldig initiatief. De Correspondent, een paar jaar geleden opgestart, is een geweldig initiatief. Het blijft succesvol te zijn. Heel belangrijk is dat daarmee aangetoond wordt dat mensen bereid zijn om te betalen online voor onderzoeksjournalistiek.
Dat is echt heel erg waardevol. Daar gaan wij, maar ook andere media... Maar je hebt er ook vertrouwen in dat dat wel weer komt? Wel weer komt. Volgens mij is het... ik weet ook niet, net als Marcel, hoeveel meer of minder onderzoeksjournalistiek bedreven wordt dan 10 jaar geleden. Maar ik heb echt het gevoel dat dat al meer is. Je ziet op diverse niveaus en bij diverse media zie je dat terugkomen. Dus ik ben daar niet zo heel erg somber over. Ja, ik zou nog even willen zeggen dat daar waar kranten en andere media, behalve de door de staat gesponsorde media, het heel moeilijk hebben gehad het afgelopen jaar, dat weet iedereen. Je ziet dus nu dat er bij onder andere NRC, daar weet ik het van, NRC Media weer, het gaat goed. En het gaat niet alleen financieel goed, maar het gaat ook weer met het aantal lezers goed. We groeien in het aantal lezers en dat al enige tijd overigens. Dus wij hebben het dieptepunt gehad en zijn op weg. En één ding nog, onderzoek, kijk, waar staat of valt zo'n krant? Waarom koop je nou NRC of de Volkskrant of zo? Omdat dat die krant je aanspreekt vanwege een unieke content. Want je kunt heel veel nieuws kun je zo gratis op internet krijgen. Maar er zijn artikelen die vind je bij NRC of bij de Volkskrant of Trouw. En daar draagt de onderzoeksjournalistiek aan bij, omdat je unieke content kunt leveren. Dat verhaal lees je daar en niet gratis op internet. Ja. Ik wou nog even reageren op het woordgebruik van Joep, want je ziet toch weer een beetje onzorgvuldig, Joep, als het over ons gaat. En ik wilde helemaal geen discussie over maken over de zin en onzin van de publieke omroep. Maar jij zegt door de staat gesponsorde, zei je. Nou, dat zei je niet, je zijn gesponsord. Ja, nou ja. Ja. Nee, maar dat roept dan toch misschien een beeldvorming die niet correct is. Er is in Nederland de publieke omroep, daar heeft de democratie voor gekozen. Zeker. Dat staat in de mediawet, daar staat in dat wij actief moeten zijn op alle platforms. En in de afgelopen jaren onder Rutte 1 en 2 en 3 is er ongeveer een kwart van het budget wegbezuinigd. Ja. Weet je, dat klinkt al heel anders dan wat jij net zei. Ja, maar de media van RTL, ja, RTL is dan ook ruim, maar even de gedrukte media, die dus ook op internet actief zijn, die ondervinden dus nogal wat concurrentie van dat platform waar jullie ook actief zijn. Ja, het staat in de wet dat we dat moeten doen. Dat weet ik, maar ik denk alleen dat we moeten constateren dat die concurrentie er is, juist op dat punt. Kijk, vroeger was het mooi verdeeld, radio, televisie en gedrukte pers, maar we ontmoeten elkaar op het internet. En daar is die concurrentie er wel. En heb je dus inderdaad het verschil dat wij de broek zelf moeten ophouden. En dat gaat niet altijd, althans in de afgelopen jaar was het niet altijd heel makkelijk. Blijft een teerpunt, hè? Ja. Goed, ik zag net iemand bij de microfoon staan. Ik kom even, als andere de vraag, kom er even bij staan. Dan gaan we kijken of we uit de zaal wat reacties kunnen krijgen. Ja, ik heb een vraag voor Joep. Als je dan op een gegeven moment een onderwerp hebt gevonden om te onderzoeken, hoe ga je dan eigenlijk in het kort te werk? Ja, dat is... dat is een hele cursus, hè, denk ik. Kijk of jij dat is ingewikkeld. Dat is ingewikkeld. Dat ligt aan het onderwerp. Die spionnen bijvoorbeeld, waar begint dat? Ja, dat was heel erg moeilijk. Dat was misschien nog wel moeilijker dan mest. Ja. Maar, is ook verder weg misschien. Nou, je probeert... er zijn nogal wat... ik heb geen spionnen in mijn netwerk of mensen van de contraspionagedienst in Nederland, die diensten. Dan wordt het ingewikkeld en dan begin je dus eens te bellen en je gaat eens ergens naartoe. En zo ontwikkel je uiteindelijk, en we zijn daar 3 maanden mee bezig, 2 maanden, ontwikkel je dus een netwerk, je. En ik met name je, want ook als je dat verhaal zaterdag zult lezen, ik weet dat het topje is van wat wij in die maanden, en we hebben absoluut niet de illusie, dat we hier nu het hele netwerk blootleggen, helemaal niet. Dat gebeurt aan de andere kant. Dus je moet ook ergens tevreden zijn. Maar ik heb nog even een ander voorbeeld. Bij de Belastingdienst bijvoorbeeld. Dat was in een tijd dat de Belastingdienst enorm aan het falen was. En toen ben ik dus begonnen. Je zei van, hoe begin je aan zo'n onderwerp? Ik had ook geen bronnen binnen de Belastingdienst. Ik ben toen bij een freelance medewerker van ons, die de belastingrubriek deed, begonnen. En ik ben met hem koffie gaan drinken in Den Haag en ik zei, vertel nou eens. En die vertelde die middag alleen al 4 verhalen voor de krant die hij wist, maar nooit echt had opgeschreven. En hij had weer heel veel contacten en zo kwam je van het ene op het andere. Maar goed, het is heel divers hoe je uiteindelijk... Er is niet echt een recept, om het zomaar te zeggen. Nou, helaas. Ik begin wel altijd met het
lezen. Gewoon heel simpel lezen. Wat zijn de belangrijkste rapporten? Wie zijn de belangrijkste experts op dit onderwerp? Als ik al een beetje een idee heb welke kant ik op ga. Want als je een beetje basiskennis hebt, dan praten mensen wel veel makkelijker met je. Dan hebben ze het idee dat ze meer met een gelijke spreken. En dat ze dus ook, gaan ze meer de diepte in, vertellen ze je meer. Dus eerst lezen en dan heel snel ook weer het veld in. En dan weer opnieuw lezen, want dan lees je weer met andere ogen. Als je hebt gehoord, want heel vaak hoor je in de praktijk, of zie je in de praktijk. Ik ga even naar de volgende vraag staan, dan kom ik aan de voorrijd. Ik had eigenlijk nog een vraag voor Joep. En toen je onderzoek had gedaan naar Eusturk. Met die met die koppen. Had u toen die koppen bedacht of wie had toen die koppen bedacht? Nou, eerlijk Joep. Dat is de Raad voor Journalistiek. Dat is een belangrijk orgaan. Let erop. Nee, die koppen die hadden wij, Jeroen Wester en ik, niet gemaakt. Maar bij de Raad voor Journalistiek is het zo dat je kunt als klager kun je dus het medium dagen, maar ook de journalist. In dit geval was het verhaal geschreven door Jeroen Wester en Joep Doma. Maar meneer Eusturk die had nog een appeltje te schillen, vrees ik, met mij en niet met Jeroen. Dus hij daagde niet Jeroen, maar hij daagde alleen mij. Dat kan ook bij de Raad. Hè. Je kunt kiezen wie je wilt. Je kunt cherrypicking doen. Ik wil die, maar niet die. En uiteindelijk, bij de Raad is het ook zo dat als je verschillende klachten hebt, bijvoorbeeld hier waren twee klachten, dat ging over de inhoud van het verhaal, had Dome en Wester, maar goed, Wester werd niet meegenomen, hadden die hun werk goed gedaan, inhoudelijk, en klopte de kop. Nou, qua inhoud van het verhaal was de klacht ongegrond, maar de kop, ja, die ging te ver. En wordt Dome mee veroordeeld. Voor een onzorgvuldigheid in de kop. En dan heb ik dus nog geprobeerd, zeg van ja, maar waarom gaat de Raad niet kijken dan als er meerdere gedaagden zijn van wie heeft dan wat gedaan? Ja, dat doet de Raad niet. Er is veel af te dingen op de Raad hoor. We hebben daar intern bij NRC nogal wat discussie over, omdat de Raad eigenlijk ook is samengesteld. Dat was wel één ding wat wij bij de redactie van NRC wel vonden, die Raad. Die is nu ook maatschappelijk, moet hij een oordeel geven. Dus daar zat meneer Hooghout, van Hooghout Graanjenevers. Ja, u kent dat misschien wel. Die zat was lid van de Raad voor de Journalistiek, die mijn inhoudelijk journalistieke werk moest beoordelen. Toen dacht ik, ja, in welke andere tuchtcollege in Nederland, bij advocaten, accountants, ik stel me de artsen voor dat meneer Hooghout van Hooghout Graanjenevers mag oordelen over de inhoudelijke werkwijze van de arts of van de advocaat of de accountant. Dat gebeurt niet. Bij de Raad voor Journalistiek wel. Goed. Een leuk onderzoeksproject. Oké, dank u wel. Gaan we naar de volgende vraag. Andere hoofdredacteur. Ja, Lucas van Houters van Brabants Dagblad. Eigenlijk met een kleine en een grote kanttekening, omdat je gauw te somber wordt als het gaat over onderzoeksjournalistiek. Wat de Limburger doet, dat is fantastisch. Hè? Een grote staande onderzoeksredactie. Maar het is wel zo dat ook als je geen onderzoeksredactie hebt, dat je redacties hebt waar journalisten, koppels van journalisten, maanden, ik ken één geval zelfs jaren, bezig is aan onderzoeksjournalistiek. Maar het maakt wel verschil of je een staande redactie hebt of niet. Met een klein subsidieduwtje in de rug zijn wij met de drie kranten in Brabant een onderzoeksredactie aan het opzetten die, als het een beetje wil, in januari van start gaat. 4 tot 5 mensen een jaar lang vast op de ondermijning in Brabant. We gaan er heel zwaar op inzetten. We hebben permanent 2 stageplekken. We hebben permanent 2 stageplekken voor onderzoeksjournalisten. Maar je ook. En wij liggen net wat dichter bij Tim. Wat Limburg doet is fantastisch. Wij gaan dat hele goede voorbeeld navolgen. Maar kunnen jullie niet samenwerken dan? Ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Het is er nog nooit van gekomen. Nou. Dus als jullie mee willen doen met ondermijning in Brabant, of als jullie in Limburg ook een onderzoekslijn die kant op uitleggen. Daar zijn we al weken mee bezig, ondermijning op het platteland Limburg. Wij gaan verder borrelen en Theo keek al op zijn horloge. Nee, ik keek niet op een horloge hoor, dat was het niet. Meneer Romboutsje zat hier aan de voor, die was nog wat eerder, dan komen we direct bij jou. Kun je de Want die vroeg eigenlijk van hoe gaat dat nou, de theorie van de onderzoeksjournalistiek. Ik ben voorzitter van de stichting die deze dagen middag georganiseerd heeft, maar het echte werk heeft Jan Straathof gedaan. En wij waren van het bestuur ontzettend gegrepen door wat de participerende onderzoeksjournalistiek doet. Dat is stem geven aan een bevolkingsgroep die het minder heeft, even kort samengevat.
Daar heeft Stella nu vandaag een handleiding over geschreven voor vandaag. Heeft ze ons aangeboden, u aangeboden, in feite aan de studenten aangeboden, van hoe werkt dat, hoe doe je dat, hè? Participerende onderzoeksjournalistiek. Ik vind het eigenlijk heel teleurstellend als hier zoveel onderzoeksjournalisten zitten van een veel groter veld in Nederland, dat veel dieper en steviger bedreven wordt dan, er zijn maar enkele mensen die participerende vorm zal volgen. Zal ik dan even als over participeren geen vertellen zometeen? Nou, ik zou eigenlijk voor de studenten willen dat er ook antwoord komt op de theorie van de gewone onderzoeksjournalistiek. Dat was de vraag van een van de vorige vragenstellers. Joep en anderen, of Jos, op de scholen voor journalistiek of hier, moet toch verteld kunnen worden, ook in iets meer theoretische vorm van hoe pak je dat nou aan? Want als we mensen willen motiveren om dat te gaan doen in de toekomst, dan moet er iets meer tekst komen. Ja, dus de opleidingen zouden Mag ik even toelichten dat wij hier in het tweede jaar een prachtig project hebben, onderzoeksjournalistiek. Studenten zijn vanmiddag bezig geweest om goed uit te zoeken hoe dit in elkaar zit. Krijgen prachtige onderzoeksmethoden aangereikt om daarmee aan de slag te gaan. Dat komt helemaal goed, meneer Holmhout. Ja? Zijn jullie ook tevreden over de opleidingen in Nederland, hoe ze aandacht besteden aan onderzoeksjournalistiek? Of hebben jullie het gevoel dat het... Nee? Nee. Vertel. Ik merk daar niet zo heel veel van, om heel eerlijk te zijn. Wij hebben stageplekken, en natuurlijk Limburg is ver weg, dat weet ik. Maar we hebben slechts één student gehad die bij ons heeft willen afstuderen. Op een onderzoeksproject. Dat wordt volgens mij te weinig ook gestimuleerd. Er moet, want dat gaat gewoon meer gedaan worden. En ik voel wel mee in de vraag van, wat is dat dan? Maakt dat dan inzichtelijker? Wat is onderzoeksjournalistiek? Wat is onderzoeksjournalistiek in een regio? Hoe gaat dat? En we moeten daar ook niet zo heel spannend over doen, want dat is op zich niet eens heel erg moeilijk. Gewoon je ogen open houden en je oren open houden en je verbazen. Iedere dag weer, waar Lucas het over had, ondermijning op het platteland in Brabant, ook in Limburg, maar ook elders. Er gebeurt van alles en nog wat in die schuren waar Joep het over heeft, waar de boeren mestfraude plegen. Daar staan ook stallen leeg en daar staan wietplantages in of daar staan tabletteermachines in of weet ik het wat allemaal. En je ziet berichten voorbij komen over dumpingen van ecstasyafval. Maar je ziet niet daar moet je beginnen. Maar je ziet niet voldoende interesse bij de jonge journalisten, zeg je eigenlijk. Aankomende. Nee, dat kan altijd beter, vind ik. Dat kan beter. Ja. Ik zou wel een relativering erbij willen plaatsen. Het kan natuurlijk altijd beter. Maar ik denk dat juist onderzoeksjournalistiek, en als die wat meer in de richting zit van dat het ook misschien nog enig gevaar kan geven, van welke aard dan ook, dat vergt ook juist ook wel enige senioriteit in de mensen die ermee bezig zijn. Dus jonge journalisten kunnen er heel goed aan bijdragen, maar enige ervaring in de journalistiek is denk ik wel goed. De ervarenden moeten het voortouw nemen. Ja, en toen ik jong was, zo jong als hier student, toen was er beduidend minder aandacht voor onderzoeksjournalistiek dan nu. Je had overigens maar één opleiding, school voor journalistiek in Utrecht. Deze bestond nog niet. En vandaar dat ik in Utrecht daar was. Anders was ik misschien hier naartoe gekomen, wie zal het zeggen. Maar toen ik jong was, was Vrij Nederland het boegbeeld van onderzoeksjournalistiek. Dat was voor mij ook de trigger. Ik vond dat fantastisch wat daar gebeurde. Als je dat nu nog eens terugleest, die verhalen, moet je ze doen, dan kun je er bijna niet doorheen komen. Dat was een van die grote paarden, allemaal vol met tekst en allemaal met bewoordingen. Waar je denkt van, gaat. Maar dat deden ze wel. Maar ze waren een van de weinigen die op dat moment daar. Maar nou hoor ik verschillende dingen. Ik hoor dat bij studenten er niet veel aandacht voor is. Ik hoor dat de opleidingen er juist wel meer aandacht aan besteden. Ik denk dus dat er nu meer onderzoeksjournalistiek is dan ooit gedaan wordt. Kijk eens op internet. Hè. Internet is een prachtig medium om heel veel follow the money bijvoorbeeld werd genoemd. Maar ik denk dat er nu meer onderzoeksjournalistiek gebeurt dan ooit. Sanne ook, want jij knikt. Ja, ik zie het op de opleidingen enorm toenemen. En tegelijkertijd zie ik dat het in een vorm wordt gegoten waarvan ik denk, dat werkt niet. Ze moeten in week 1 een onderzoeksidee hebben en dan een hypothese schrijven wat eruit komt. En ik heb ook wel studenten gehad die naar ons toe kwamen om begeleid te worden. En dan konden we ze inderdaad een maand lang begeleiden. Maar ja, voordat ze met iemand die echt gevoelige informatie had een band hadden opgebouwd, was die maand al voorbij.
En we hadden echt wel eens enthousiaste studenten die heel graag dat verhaal wilden afmaken. Maar dat kon niet, want hun andere vakken begonnen weer en dan kregen ze hun punten niet. En dat is natuurlijk ook een dooddoener als je enerzijds gevraagd wordt om aan onderzoeksjournalistiek te doen. En anderzijds als de studenten die dat dan echt willen gaan doen. Ze werden eigenlijk teruggeduwd tot doe maar uitzoeksjournalistiek. En dat wordt ook vaak onderzoeksjournalistiek genoemd. Maar eigenlijk betekent het, we gaan een maand ongeveer uitzoeken. En dan schrijven we een overkoepelend verhaal. En dan weten we zeker dat er iets uitkomt. En dat, okay. Nou, ja. Daar wilde ik me even over beklagen, geloof ik. Dat is hierbij gebeurd. Jij staat al een tijdje. Ja. Hi, goedenavond. Een vraag voor de onderzoeksjournalisten en voor de participerende journalist. Zijn er ooit onderzoeken geweest die u niet heeft gepubliceerd omdat de veiligheid niet gegarandeerd was van u of uw familie? Oeh, nou. Nee? Niemand? Nee? Niemand. Nou, okay. Heel geruststellende antwoord, toch? Of niet? Dank u. Ja. Ik kan wel zeggen dat we dat ooit het anderhalf jaar niet wilden hebben vanwege dreiging. Maar dat waren de andere media, vanwege juridische dreiging of intimidatie. Dus in die zin. Kun je er iets meer over zeggen? Dat was ook het verhaal van die zakenman die in Ghana verdacht werd van kindermisbruik. Die man zei meteen, ik claim godverdomme miljoenen. En vervolgens wilde niemand dat verhaal meer van me afnemen. Ja. Dus, dat begint nooit, ik kap ermee, Sander, want dat was best heftig toch voor jou toen die tijd? Ik was een beetje naïef. Ik snapte niet dat, ik dacht dat ik een ontzettend goed verhaal was. Dus ik snapte niet waarom niemand het wilde hebben. En Bjorn, weiger je wel eens een verhaal dat je denkt, kan juridisch te veel gevolgen voor ons hebben? Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee. Of weet je het, Marcel? Heb je wel eens... Marcel? Marcel? Ik leer het wel. Ja, zo zeiden mijn ouders het. Wij zijn ook wel eens bij de Raad van de Journalistiek beland met een onderwerp. We hadden geschreven dat de hoogste baas, of niet geschreven, wel in het journaal een onderwerp, dat de hoogste baas van het COA zich niet zo netjes gedroeg. En toen belanden we bij de Raad van de Journalistiek en dat werd echt advocatenwerk op hoog niveau. En dat heeft uiteindelijk wel een bedrag gekost waar iemand meer dan een jaar voor kan werken. Ja. Was voor ons geen reden, want we vonden dat verhaal, zijn we ook achter blijven staan en de raad heeft ons ook gelijk gegeven. Was voor ons geen reden om het niet te doen, maar dat, Joep zei het ook al, een grote organisatie kan dat soort dingen opvangen. Moet ook niet elke dag gebeuren natuurlijk. Maar daar kan je wel in belanden en ik heb wel het gevoel dat situaties nu eerder beland dan in het verleden. Dat hoor je ook wel in discussies in de journalistiek, dat mensen naar de Raad van Journalistiek gaan in de hoop dat ze dat winnen en daarna gaan ze naar de burgerlijke rechter om claims in te doen. Die cultuur rukt wel op. Ik ga de laatste vraag stellen. Mag ik de achter jou? Dankjewel. De laatste vraag. Hoe gaan jullie om met de dreiging die tegen jullie wordt geuit? Dat is eigenlijk een beetje dezelfde vraag, denk ik. Maar ik kan er wel iets over zeggen. Ja? Ik denk dat we... in Nederland we hebben journalisten die met misdaad en zo bezig zijn en over de mokromafia schrijven. Daar vind je, denk ik, binnen de Nederlandse context de grote risico's, persoonlijke risico's. Hè. Je ziet ook dat een aantal collega's van ons daarin beveiligd worden en dat ook nodig is. Voor de rest, wij pakken veelal witte bordencriminelen aan. En Nederland is bijzonder interessant als onderzoeksjournalist, want je bent redelijk veilig. Ik wil nogmaals naar Rusland wijzen, of Turkije, er zijn Hongarije, er zijn veel landen waar journalisten die echt dit werk doen en speuren, ook naar witte bordencriminelen, het niet overleven of in de cel belanden. En wat dat betreft mogen we ons gelukkig prijzen dat we in Nederland dit werk kunnen doen. En dat is echt belangrijk. Maar als na vandaag het Brabants Dagblad en het Limburgs Dagblad samen gaan werken om die criminaliteit in het zuiden bloot te leggen, kan het wel eens voor gaan komen dat er wat lastige situaties uit kunnen komen. Je merkt af en toe wel eens bij groepen woonwagenbewoners, waar je echt, heb ik wel eens aan de lijf ondervonden, dat je nog eens behoorlijk benaderd kunt worden. Ja, beetje hard rennen. Nou ja, als het gaat om de bedreiging en veiligheid van journalisten, de voorbeelden die Joep noemt zijn van een heel ander niveau, maar ook in Nederland speelt dat zeker. En dat moet je echt niet onderschatten. Er is anderhalf jaar geleden een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat grote aantallen journalisten daar last van hebben. En dat dat ook leidt tot zelfcensuur, hè, in de zin van zal ik dit verhaal wel doen of zal ik dat verhaal wel opschrijven. Afgelopen zomer is er een convenant gesloten tussen NVJ, Genootschap van Hoofdredacteuren, OM en politie, ook ondersteund door Grapperhaus. En dat gaat over bedreiging van journalisten en wat we daar dan tegen zouden moeten doen.
Nou, dat verder invulling geven moet nog gebeuren, maar het gaat dan over dingen van wat accepteren we wel, wat accepteren we niet. Het altijd aangifte doen. Ik heb in de loop der tijd 5 of 6 keer aangifte tegen mensen gedaan wegens wat ze deden in mijn richting. Dat ging dan meer over smaten, beledigen en zo. Dus zeg maar de druk op de journalistiek. Er zijn ook collega's van mij van de NOS die ook gewoon klappen gehad hebben. Wij hebben te maken met apparatuur van ons die beschadigd wordt, mensen die aangevallen worden. Is een ander niveau, zeker dan in Rusland, wat Joep zegt. Maar toen ik jong was, hadden we hier geen last van, zal ik maar zeggen. Goed. Mag ik nog eentje aan toevoegen? Dat is dat het soms heel subtiel ook gebeurt. Dat, ik heb veel gedaan met het Eritrese regime hier in Nederland. Ten eerste klaagden ze iedereen aan. Dus dat maakt al dat je voorzichtiger wordt op je woorden. Maar vervolgens gingen ze overal waar ik was, met een hele groep op de eerste rij zitten. En woord voor woord bijhouden wat ik zei. En dat vervolgens weer in een advocatenbrief naar de redactie sturen. En dan moesten de advocaten dat weer doorlopen of ik toch iets verkeerd had gezegd. Dus ik ging me steeds minder kritisch uitlaten om dat al voor te zijn. Omdat onze hoofdredactie daar een beetje moe van werd. Vervolgens gingen ze bij iedereen waarvan ze vermoeden dat hij met me praatte, met een groep op de deur kloppen. Dus niemand durfde meer met me te praten. Dus er zijn wel manieren waarop ook hier geïntimideerd wordt. Alleen het is niet gevaarlijk, maar het belemmert wel de journalistiek. Ja. Dat is natuurlijk het grote gevaar, hè? En het is heel makkelijk om te roepen dat je er nooit voor mag wijken. Ik vind ook echt dat dat niet mag. Maar goed, wat Sander zegt, ik kan me dat ook wel weer voorstellen dat je dat wel doet. Daar zijn ze natuurlijk ook op uit. Maar we moeten echt voor waken dat we wijken voor terreur en voor wat dan ook. Het is begrijpbaar, maar moet er niet aan toegeven. Of je moet er een oplossing vinden. Ze zaten nu niet op de eerste reis, Sanne, vandaag. Hè? Dat valt weer mee. Ik wou jullie alle 5 bedanken. Mag een applausje even blijven even zitten. Helene van het bestuur van het Erasmus Festival wilde nog een speciaal cadeautje. Daar zit een mooie boodschap achter. Je mag hem even lenen. Ja. Want dan wil ik eigenlijk deze kans gebruiken om even nog wat meer te zeggen dan alleen het cadeautje te geven. Dat krijgen jullie echt aan het eind. Hallo, ik ben Helene Herbert, lid van het festivalbestuur van het Erasmus Festival. Daar zien jullie de mooie banners van. Kennen jullie Erasmus? De Erasmusbrug, de Erasmus Universiteit, ja precies. En ook een groot denker, filosoof, theoloog en humanist. En de naamgever van de Erasmusprijs. Die is afgelopen dinsdag uitgereikt in het Paleis op de Dam. Daar waren een aantal mensen van hier. 2 van jullie scholiercollega's en een docent waren daar ook bij aanwezig. En die Erasmusprijs die wordt ieder jaar uitgereikt aan een geesteswetenschap, een sociale wetenschap of een kunstvorm. En alles rondom een aantal heel belangrijke begrippen, humanistische begrippen, namelijk de waarde van tolerantie, van culturele diversiteit en ondogmatisch kritisch denken. En dit jaar is de onderzoeksjournalistiek dus de prijswinnende vorm, omdat waarheidsvinding daarin zo'n belangrijk thema is. Wat mooi was wat Sanne zei eigenlijk, hè, van hoe meer onderzoek je doet, hoe minder je misschien soms weet wat de waarheid is. En misschien is dat wel de grootste kracht die jullie hier ook aan bod hebben laten komen. Hè? Dat een simpele waarheid waarschijnlijk te wantrouwen is. Want zo zal het dan wel niet zijn. Dus dat de complexiteit blootleggen eigenlijk jullie belangrijkste vak is. Ik hoop dat jullie daar alleen maar meer enthousiast voor geworden zijn door vanmiddag. En wat is het dan fijn dat als je enthousiast bent, dat je dan een handleiding mee kunt nemen waarin ook nog staat hoe je het aan kunt pakken. Dus Stella, onnoemelijk veel dank voor het feit dat jij daar al je energie in hebt willen stoppen. En het is een soort levenswerk voor je geworden. Die handleiding is voor jullie allemaal beschikbaar. Die wordt straks uitgedeeld. En Jos, goed dat ik je even aankijk nu, want jij onnoemelijk veel dank voor het feit dat deze middag tot stand kon komen. En dat jij met al jouw verleidingskrachten deze prachtige gasten hier opgesteld hebt gekregen. Theo hier naartoe hebt gehaald. En hopelijk voor jullie een interessante middag hebt neergezet. Nou, om de gasten dan te bedanken, hebben we een prachtige boekcassette. Waarin de wijsheden van Erasmus, de lof der zotheid, opgenomen zijn. Maar ook een modernere vorm daarvan. Ik hoop dat jullie daarvan genieten. Dankjewel. En rest mij nog ondertussen 4 studenten. Misschien kunnen ze even gaan staan, Jos.
Dat is Joran ter Voort, Lunia van Wannik. Wunnik, kun je even staan of staan jou? Daar achter die twee. Hester Heijmans. Daar. Puk Smits. Daar. En Tessa Gorissen. Die staat daar naast Jos. Dank jullie wel voor de voorbereiding, daar heb ik alles van gemerkt. En dank je wel voor jullie aandacht. En dan is er nog een borrel en heb je nog een bedragje nodig voor een of ander onderzoekje. Je weet waar je terecht moet. Heb je nog vragen die je niet hebt gesteld hier, dat kan altijd aan deze mensen. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Succes met alles.